You are listening to Nerdculture, een Game Kings podcast. Jawel, welkom bij een nieuwe aflevering van Nerdculture. We zijn inmiddels bij 139. Je gelooft het niet, 140 is dan waarschijnlijk ook de laatste van het jaar. Als die al gaat gebeuren, want het is heel moeilijk om die in te plannen. Net zoals deze, want ik zit hier en niet daar. En dat komt omdat uh, uh, dan kan ik kijken naar Koos die daar zit. Want die zit thuis. Hoe is het in jouw uh, nerdenkamer, uh, Koos? Ja, het is nu uh, gelukkig wat warmer. Ik heb de, de verwarming hier aangezet, want het was behoorlijk koud. Je hoorde het al, dat ik schoenen had aangedaan. Dus tic -tic -tic -tic. Je hebt normaal geen schoenen aan thuis, bedoel je daarmee? De meeste mensen niet, denk ik toch? Ja, ik weet niet, wereldwijd sowieso niet, inderdaad. Maar ik, ik, ik ken toch wel legio uh, polder mensen die gewoon lekker hun schoenen aanhouden thuis, waaronder ik. Zat er nou een nieuwe, uh, uh, hoe heet het, nieuwe droid wat? achter jou? Nee, kant. zeker niet. Zeker niet. Oh. Die is al, al wel drie keer aan elkaar geflikkerd. Ah, oh, dat was die. Uh, ja. like. ja, dat was dus je, die. je hebt geen nieuwe uh, 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 toevoegingen in je nerdkamer. Een lampje, een blauw lampje, denk ik. Nou, ik heb... Nee, de blauwe lampje was er ook al. En de, je ziet de Mandalorian-poster staan. Die was een hele lange tijd weg, omdat ik daar de, de Into the Spider-Verse, uh, Across the Spider-Verse-poster in heb. Maar ik had van de week een nieuwe posterframe gehaald. En die hangt nu in de woonkamer. Ja, die heeft een die positie. Chinezen. Oh, die Chinese ja, ja. inderdaad. Ja, ja, ja omdat die, die ziet er niet movieposter-achtig uit. Die kun jij dus uh, wel een soort van die, 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 die durf je te laten zien aan, uh, aan, aan mensen die niet per se nerds zijn die in je huis komen. Van het andere geslacht. Ja. <laughs> nou ja, ik dacht, ik laat dat een beetje in het midden. Het kunnen ook matties zijn die van voetbal houden, maar inderdaad. Ja. Nee, die vinden het super vet als je dan een Spider-Man-shit hebt hangen. <laughs> Fair enough. Uh, nice. Nou ja, voor de rest zou ik zeggen, neem hem lekker over alsof je hier aan de tafel zit. Ja, ja, want het is natuurlijk altijd een beetje onwennig, maar ik heb hier natuurlijk in plaats van een laptop voor mijn neus, heb ik gewoon mijn hele streaming setup voor mijn neus. Dus ik heb hier ook gewoon de redactie staan. En jongen, ik heb echt veel, veel shit gekeken, gelezen en geluisterd de het. afgelopen week, man. Echt, uh, echt fucking veel. We, we, we hoeven niet over alles hoeven het trouwens uit te wijden, want de meeste dingen heb ik of al gezien en uh, gewoon nog een keer gekeken om te kijken of ik het echt zo vet vond. Uh, en andere waren gewoon een hele lange tijd geleden. En een van de eerste films die ik heb gekeken was Split. Ja. En split is uh, voor de mensen die niet weten, uh, ik weet niet eens hoe dat universum uh, zou heten, maar het is van Mr. Glass en uh, Unbreakable natuurlijk, die, uh, die film van uh, Bruce Willis waarbij die uh, ja, eigenlijk een soort van onsterfelijk iets is. Het is van M Night Shy uh, Shyamalan of niet? Dat klopt inderdaad. Dus ik zou het zeggen met de Shyamalan om het dan anders noemen. Ja, maar volgens mij is deze niet gedaan door M Night Shyamalan of wel? Ja, uh, volgens mij zijn ze alle drie. Uh, eerst Unbreakable, toen denk ik. Split, of uh, hoe heet die andere ook alweer? De derde? Uh, ja, Mr. Glass. Oh, Mr. Glass. Ja. Toen, toen inderdaad Mr. Glass en dan nu Split. Wat ik denk ik nog... Ja, kijk, The Unbreakable is natuurlijk echt wel een classic. Maar ik vind deze Split echt, ja. echt heel erg tof. Uh, omdat hij zo goed speelt. Deze film is zo fucking moker hard. Ja. Ik, ik, volgens mij heb ik, heb, ik, heb ik hem nog nooit gezien. Om, om een of andere reden. Want uh, tuurlijk, ik had al heel veel clipjes voorbij zien komen van James McAvoy. Die, uh, ja, nou, hoeveel is het? 24 verschillende personages speelt. Ja. 24. Ze krijgen natuurlijk niet allemaal evenveel screentime. Dat, dat begrijp je zelf ook wel. Uh, maar het speelt zich dus af in dat universum, inderdaad. Hier bestaat Bruce Willis, hier bestaat Mr. Glass. En hier bestaat ook. Ja, deze gast. Uh, ik weet niet of die per se een naam heeft uh, op The Beast na. Ik wou net zeggen en, The Beast uh, inderdaad. Ja, en voor de rest hebben ze al zijn uh, persoonlijkheden natuurlijk wel namen. Maar het gaat in principe uh, aan het eind, en we moeten natuurlijk ook niet te veel spoileren, maar het gaat om The Beast. Ja, yeah, en uh, zou je dit een superhero film noemen? Uh, niet niet Hoorlijk, echt hè? een soort van, ja, nee, het is, ja het is een superhero film, maar inderdaad, um, met terugwerkende kracht, daardoor misschien ook wel een Unbreakable. Net zoals dat Unbreakable, het was niet per se een superhero film, maar die guy had wel bovennatuurlijke krachten en dat zit inderdaad hier, uh, ja. hier ook in. Dus ja, het, 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 ook, het is natuurlijk ook niet per se een hero. Hoe uh, dus, maar, maar zou je een, de Joker en superhero movie noemen? Die van uh, Todd Phillips? Ja, nee, die zou ik, dat zou ik geen super. Nou ja, aan de ene kant, je kan het doen, omdat het uit het DC Universe komt, zou ik kunnen zeggen: ja, het is een superhero-movie. Omdat het een, een comic-verfilming is of van een comic-character. Dus een superhero, maar, maar, maar niet qua film die het zelf is. En hier, ja, hier zit wel wat, 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 wat ja, superhero-strength en, en wat dan ook in. Dus ja ik, ik, ja, ik zou niet boos worden op mensen die dit in, ergens in datzelfde hoekje scharen. De, ik, ik, ik zie het een beetje, het schuurt een beetje tegen die Joker-stijl aan wat mij betreft. Want het is niet uitgesproken superhero-stuff, mensen in spandex-outfits uh, uh, en shit. Maar het heeft wel de bovennatuurlijke superheroïsche uh, krachten en dergelijke. En dit is zeker geen held. Maar alleen even deze film, uh, zonder er al te veel over weg te geven. Uh, Dude, ook al hou je totaal niet van dit genre. Uh, alleen genre. al de performance this, this is an, van James an... McAvoy. Ja, want er zit superhero-kracht in. Maar het genre, ik zou het een, 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 een psychologische thriller noemen. Ja, ja maar binnen het superhero-genre zou je een, 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 een psychologische thriller kunnen maken. Net zoals ja. dat we bijvoorbeeld uh, een noir universum hebben. Uh, nou, de, 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 de Batman-shit is wat meer grounded bijvoorbeeld. Je kan allerlei verschillende genres daarin uh, verwerken. En, ja. en in dit geval is het inderdaad een psychologische thriller. En echt keihard gedaan. Ik moet wel zeggen... Uh, Sommige dingen zijn wel een beetje voorspelbaar. Maar het is niet erg. Want de performance is zo goed uh, dat je daar gewoon doorheen kijkt. Ja, en volgens mij zit hij ook al in Mr. Glass. Dus vandaar ook dat ergens, misschien dat heb ik dat wel bedacht. Omdat het soort van echt wel inderdaad een, 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 een soort van drie luik is. Maar volgens mij zit hij ook al in, in, uh, in, in die eerdere film. Uh, waarbij dus ja, dan, dan, dan kan je hier wat meer door de, de, de diepte in gaan. Is het niet de tweede? Is dit de tweede dan? Is Mr. Glass de derde? Volgens mij is Mr. Glass de derde. Oh, dan, en want, dan is dat het. En dan uh, zit hij daar echt... Uh, uh, oh, dat moet ik niet te veel zeggen, maar daar zit deze character, de yeah. beast, dan ook in, inderdaad. Ja. Yeah. Dan is ja, dat en, het. En, en zeker nog, ik weet nog een heel goed argument waarom het wel een superhero film is. Het heeft een post-credit scene. Echt die, ja. die Iron Man 2008 esque wordt uitgevoerd. Dus, ja. Uh, heel, op, een heel goede manier, manier. op een goede manier bedoel je dus. En dan inderdaad de opzet ja, 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 ja. is voor, voor de derde film die daardoor ook echt wel een stuk leuker is uh, inderdaad. En eigenlijk sterker nog, ik vond deze ook. Want volgens mij keek ik dit toen en wist ik het niet. En toen ineens dus dat je, dat je de, deze post credit scenes zegt zo, nee, het is een universe, wat fucking ziek. Maar, maar dat is dus hoe je die shit doet, weet je wel? Um, maar gewoon een op zichzelf staande film. En dat die dan connect, dat is super vet. Maar ja. dit had ook gewoon prima op zichzelf staand gewerkt. Het is niet aan elkaar heel heel moedplichtig ja, aan elkaar zitten schrijven. En uh, waardoor het er soms een beetje geforceerd over zou kunnen komen. Nee, dat is totaal niet zo. Nee, dat, dat had je vroeger heeft... dus natuurlijk ook met Iron Man en die Thor film ja. en, en die Hulk film. Ja, wij hadden nog geen idee dat al die shit allemaal aan elkaar uh, geknopt zou worden. Nee. En ik denk dus hier had, hij dat, hier had hij dat uiteindelijk wel. En daarom vond ik het dan drie uh, ook wel weer tof, omdat het uh, drie uh, characters aan elkaar knoopt. Um, maar ik vond de split denk ik wel dan. Misschien eigenlijk nog wel de tofste. Omdat hij omdat hij, ja, hij is gewoon heel goed gespeeld door James McAvoy. Ja, nee, helemaal mee eens. Ik, uh, Mr. Glass, ik ga hem even op mijn uh, uh, lijstje zetten. Uh, dan had ik gekeken: Across the Spider-Verse. Uh, daar hoef ik niet uh, al te veel over te hebben natuurlijk. We hebben daar al een uitgebreide review van gedaan. Uh, waarbij er nog een, een clip van mij uh, werd verwijderd van het Universal-kanaal, geloof ik. Omdat ik mogelijk uh, uh, ja, iets van de spoiler dropte. Ik vond het niet echt spoiler, maar oké, okay, dat is wat het is. Toen we bij de première waren ofzo. Bij de première inderdaad, ja. Toen, toen, toen werd mij gevraagd wat ik van die film vond. En ik had het uitgelegd, maar mensen vonden dat niet cool omdat ze het een spoiler vonden. Maar ik vond wat had spoiler. je gezegd toen? Ik had gezegd dat het heel veel toffe Spider-Man-universa die we kennen: van de, de, de films, de games en de comics en alles, ja. dat, dat ze dat goed aan elkaar weten te knopen. Ja. Dat is het enige wat ik toen had gezegd. Bizar, alsof je dat nog niet weet. Die film heet Across the Spider-Verse. Als je de eerste hebt gezien, dan weet je dat er heel veel tie-ins met ja, andere stuff ik rond bedoel, gaat komen. Check toch? alleen de trailer alleen al. Ik bedoel, Precies. De, de, daar staat meer in dan, uh, dan wat ik had gezegd. Dat bedoel ik, maar we, uh, we -deze was te veel truth. Ja, ja, I guess. Maar uh, hij, is, hij staat op Netflix natuurlijk. Gaat hij ook naar Disney Plus komen? Ik heb geen idee. Maar ik heb hem oh. gekocht. Want uh, ik heb geen Netflix meer, want ik vind die shit gewoon te duur. En uh, ik ga het echt wel weer nemen wanneer er uh, bijvoorbeeld The Stranger Things of iets dergelijks komt. En uh, er zijn echt nog genoeg andere series. Maar deze was op Apple TV Plus. Nee, niet Apple TV Plus, maar gewoon Apple TV. Kan je ook gewoon losse films kopen natuurlijk. Was deze 5,99 euro? Toppie. In 4K, HDR, Dolby Vision, Dobby, alles erop en eraan. En het ziet er echt werkelijk waar fucking fantastisch uit op je tv thuis. Ja. Ook op jouw tv nu, tegenwoordig Jelle? Dat klopt inderdaad. Ik heb hem inderdaad volgens mij op Netflix gezien. En uh, de, toen zei ik het, ik, ik weet niet, volgens mij heb ik het er vorige week over gehad, ook met, uh, met, met Daan. Of, of ik weet niet, misschien was het al eerder. Ik weet niet, of het misschien ook wel met jou uh, was. Dat ik zei van ja, ik, ik vind het een hele vette film. Maar jullie hadden hem zo erg uh, uh, tot, tot grote hoogte getrapt. Dat hij dat voor mij wel tof was. En niet, uh, niet, 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 niet subliem. Nee, bij mij, uh, ik, ik, ik sta er nog steeds achter. Ik, ik vind het geweldig. En nu al twee fucking homeruns uh, in, in de serie. De derde moet dan wel haast tegenvallen, toch? Dat is een soort van de, de, de Spider-Man-curse ook wel ja. een beetje. En um, ja, nee, ik, ik heb er weer van genoten. En ik vond hem nu beter, moet ik zeggen. Omdat ik de eerste keer was, ik wel echt enorm verrast dat het een two-parter was. En dat, dat, dat had ik van tevoren niet ingelezen, kennelijk. Fair. En nu wist ik het, waardoor het wat minder raar op mijn tak kwam. Ja, nou ja dat, uh, dat is inderdaad ook wel uh, logisch. Aan de andere kant, omdat het een two-parter is, zou je zeggen dat het dezelfde kwaliteit uh, doorzet die, uh, die je van, de, van dit kent. Dus, uh, ja, mag je maar, hopen. Ja. La, laten we hopen op een endgame-achtige payoff ja. wat betreft deze two-parter. Het, ja. uh, het zou gruwelijk zijn. Zeker. Je had ook oh. Final Fantasy Advent Children uh, gekeken. Die staat ook op Netflix, toch? Geen idee of die in Netflix had. Ik had die heel lang geleden ooit een keertje gekocht. Ook op Apple TV. Die was volgens mij 5 euro of iets dergelijks. Nou, en ik, was, uh, ik ben natuurlijk helemaal into Final Fantasy. En uh, binnenkort komt Final Fantasy 7. Rebirth uh, komt eraan. Ik ben op dit moment Crisis Core uh, opnieuw aan het uitspelen. En ik ga binnenkort even remake ook weer uitspelen. Zodat ik helemaal netjes up-to-date ben wanneer uh, Rebirth erop. En ik had zoiets van: uh, deze film even kijken. Want ik had hem echt heel lang geleden gekeken. En ik vond het toen wel. Aardig. Funny enough is het natuurlijk wel gewoon. Deze film komt volgens mij uit, uh, uit nou ga ik even googelen. Yeah. Maar volgens mij kwam die uit uh, 2005. 2005. Ja, 2005. Nee, Jesus. 2005. Jezus, oké. Ja, het okay. is al behoorlijk ik wel behoorlijk oud. Ja, ik weet niet of het deze was, ik heb al een aantal van die Final Fantasy CGI uh, films gezien. Ja, die is nog ouder dan die jij bedoelt. Ik weet welke jij De Spirits Within bedoel je? Ik heb er gewoon een drietal of zo, denk ik, gezien. En ik moet wel zeggen... Ik schrik wel even van deze... Ja, noem je dat? Gewoon van de graphics of de... Hoe gedateerd dit er inderdaad uitziet, ja. Jesus. Ja, dat wilde ik dus zeggen. The Spirits Within kwam trouwens vanuit 2001. Dit kwam vier jaar later. Ik vind het zo fucking funny. Want wanneer je dat zou zien... Toen de tijd zou je zoiets hebben van wauw, dit zit je ongelooflijk uit. Dit is square op zijn allerbeste en bla had je ooit kunnen durven dromen. Dat, dat gewoon een paar jaar later. de game er beter ja. uitziet. dan deze fucking CGI-film. Nee, dat, dat had dat ik inderdaad niet verwacht. In ja, dat is inderdaad echt fucking cool. Ja, en. Uh, um, nou ja, daarom schrok ik er nu ook zo van. wow, dit, ziet, zag, zag het er toen zo uit? Want in, in, ook dat evolueert natuurlijk mee. Met, met graphics die je in je hoofd. Hè, die je leert kennen, zeg maar. Dus. Ja, nee, zeker. En als je gewoon realiseert. dat één fucking frame in deze film. echt. ...tiefst lang al duurt om te renderen. Ja. Dat we dat tegenwoordig gewoon in real time kunnen. Dat eh, mindblowing. Maar even over de film. Uh, ik had hem heel lang geleden gezien. En natuurlijk um, was ik wel bekend met Final Fantasy 7. Maar ik zat er iets minder diep in. Ik heb nu ondertussen uh, de remake gespeeld. Crisis Core heb ik gespeeld. En uh, dat is zulke belangrijke achtergrondinformatie... Dat deze film een stuk beter wordt. Het, het, het gaat echt geen masterpiece of iets dergelijks worden. Maar in de film worden heel veel referenties gemaakt naar het verleden. Naar bepaalde characters. Ja, en als je die niet kent. Ja, dan is het op zich wel een mooi spektakelstuk. Waar, waar er zeker ook dingen in zitten. Zoals Severof Cloud. En personages die iedereen kent. Ja. Maar als je er net wat dieper in zit. Is het gewoon een betere film? En uh, ik heb er echt van genoten. En uh, ook deze kan je echt voor, voor, voor een prikje ergens op pikken. Nou ja, volgens mij staan er dus heel veel Final Fantasy's, uh, ook uh, films ook op Netflix. Dus uh, daar kan je hem, uh, kan je hem ook zien. Ik, ik ken er maar eentje hoor. De, ik ken alleen deze. En Final Fantasy The Spirits Within is niet echt een Final Fantasy, maar oké. Okay, hmm. ja. Ik weet het niet meer welke het was, maar uh, je hebt er nog uh, wat dingen gekeken. Je hebt, het, je hebt een vakantie natuurlijk. Dus vandaar dat je thuis zit en dan ben je ineens <laughs> wel allemaal films aan het kijken, ofzo. Ja, en uh, nou, nou, dat, dat is het ding. We, hebben het, we, we doen gewoon veel movie nights uh, de laatste tijd. En dus ja, we gaan we gewoon heel veel fucking films zitten kijken, wat hartstikke ja. leuk is. Uh, Evil Dead Rise hadden we natuurlijk al gezien. Uh, ben ik naar de première geweest, super vet. En hij staat tegenwoordig op Amazon Prime Video, geloof ik. Nou, je weet hoe dat is: 3 euro in de maand, even oppikken. Maar het is 5, denk ik. Of is dat volgende de, deze maand of volgende maand? Is het 5. Het gaat wel verhoogd worden, inderdaad. Ja. Ja. En ik had ook over Disney weer een uh, notificatie gekregen. Met let op: vanaf 12 december gaat je abonnementskosten omhoog naar 11 euro. Ja. Volgens mij begonnen met 7. Nou, het is nu uh, nou, vrijwel steady in een eurotje of iets meer per jaar. Ja. Dus ik uh, ben benieuwd waar dat uh, uiteindelijk gaat eindigen. Waarschijnlijk ja, in de annulering, maar ja, ik het zeg. <laughs> ja, ik hoop ongeveer hier, want ik vind een tientje voor een streaming service vind ik echt niet, uh, niet te veel. Uh, maar ik vind uh, in de buurt van de 15 en hoger vind ik te veel. Uh, zo vaak zit ik er denk ik niet, uh, niet, niet op. Nou, want dan, en je dan bent dan gewoon voor de eigen eigen kiezen ja, dat, ja dat, dat dat je bent doet gewoon niet de eigenaar niks, van de content ja en nou, mij, mij op zich wel want je ziet nu wel steeds meer uh, en, en hoe heet het PlayStation was daar uh, de schuldige van de, uh, onlangs nog um, je hebt op PlayStation heb je een service volgens mij is dat ook van Discovery heb je video on demand service, kan je gewoon allerlei series en dergelijke kan je kopen op Playstation. En mensen hebben dat over de afgelopen jaren gedaan. En Playstation zegt gewoon van de een op de andere dag... Ja, we hebben de licentie verloren van deze ja. Discovery films en series. Uh, ja, sorry, je bent gewoon kwijt man. Je krijgt geen geld terug. <laughs> Fuck you. <laughs> en, en daar blijft het dan bij, weet je wel. Dus ik, je, je ziet wel steeds meer een push naar gewoon dingen loskopen. En uh, nou, dat ga ik vanzelf ook doen. Als al die abonnementsprijzen gewoon zo hoog worden, Nou, dan koop ik het wel los. Dus, uh, dus, dat. Maar Evil Dead Rise staat dus op uh, HBO Max. Nee, uh, Amazon Prime. Gaat kijken. Ja. Dan Dan heb je van de nog één gezien? Ja, ja, ja. Dit, dit was een hele vette film. Dit, uh, ik, ik hou van deze, precies deze, vette Het is body horror. Maar wel op een hele toffe. Uh, uh, en ik hou van die paranormale shit. Dat dat, dat erin ge gedaan is. Daar hou ik wel van. Ja, maar ik hoorde en, wel dat, uh, uh, dat, dat van, van een fan van de oude serie. Dat, dat, die, die vond er wel als zoiets van ja, nee. Dat had, had eigenlijk heel weinig daarmee te maken. En dat, uh, dat snap um, ik ook wel. Het heeft de, de, de body horror heeft daar heel veel mee te maken. En uh, ook de, de manier waarop de demons worden weergeven. Mm -hmm. de, dat is zeg maar een beetje de rode draad, maar het mist wel echt die hele campy shit van, yeah. uh, van Evil Dead. Want dat is gewoon Evil Dead en dat zit er niet in, nee. nee precies precies. Nou, dan was dat het inderdaad. Uh, maar ik, ik, ik inderdaad hoor inderdaad van heel veel mensen ook dat het een tof, uh, toffe horror is. Uh, over horror gesproken. De Lion King. <laughs> precies. <laughs> Wat wilde je zeggen? Nou ja, dat ik denk ik maak een heel grappig ruggetje. <laughs> uh, ja, je hebt je de Lion King gelijk. gekeken. <laughs> Ja, de lighting, ja, wat ik zeg, veel movie nights de laatste tijd. Dus, uh, en toen kwam uh, ineens deze ook voorbij. Hou uh, de Maria Fallen, een uh, soort van Spider-Man poster in zijn woonkamer. Hij heeft er gewoon een, <laughs> een tekenfilmpje opgezet. <laughs> heb je er ook een dekentje in? Heb ik, ik niet opgezet? Had Coco hè? een dekentje of niet? Oh, jongen, je, je, je wilt niet weten. Ten eerste, ik heb dit niet opgezet. Ik was, ik was gewoon leidend voorwerp en ik heb maar gewoon gekeken. Geen spijt van overigens, maar wel met daan-en-rol croissantjes. <laughs> die wij in de oven hebben gemaakt. Met kaas en handen tussen. En dus uh, je weet wel hoe uh, dat. Wat cute. Ja, vet. Ja, ja, ja ik weet niet. Uh, ik ik ben, ben aan het veranderen. Maar ja, uh, The Lion King, precies. dus hebben we gekeken. En uh, ten eerste, het ziet er echt. Fenomenaal mooi uit. Uh, het is natuurlijk uh, nog echt geanimeerd. Uh, getekend, wil dat zeggen. Natuurlijk uh, er zit volgens mij wel wat computerwerk in, maar dit is nog een van de Disney Classics, die, uh, die echt getekend is. Um, nou, die 4K, uh, de 4K versie ervan, die hier op Disney Plus staat, ziet er echt fantastisch. Fantastisch uit. En ook nog eens even uh, een hele dikke pluim in de reet van de, de, de Nederlandse voiceovers. Vroeger waren wij echt de beste ter wereld. Want we begonnen die film te kijken in het Engels. Um, ja, omdat we, we hadden zoiets van. we zo volwassen? We kijken in het Engels. Dat is hoe het hoort. En toen uh, echt al vrij snel hadden ze iets van. Nee, voor de nostalgie gaan we de Nederlandse luisteren. En toen hebben we de Nederlandse geluisterd. En heel eerlijk, het is gewoon net zo goed. Ja. Het is echt net zo goed. Alleen de nummers zijn wat minder dan. Pakunum ja, dat dan is dan natuurlijk dan. ook heel moeilijk. Daar heb je wat minder creatieve vrijheid. Omdat je timing en ruimschema's en wat dan ook hebt. Dus dat, dat is al uh, moeilijker. Uh, ik vind alsnog inderdaad dat Disney dat. Uh, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat, hoe dat nu is. Want nu gaan we inderdaad, als we al naar een Disney-film gaan. dan zitten we ook altijd te kijken naar de Engelse uh, versies. Dus ik weet eigenlijk niet meer hoe ja. tegenwoordig de Nederlandse dubs zijn. Maar vroeger waren die inderdaad gewoon uh, subliem. En ik kan me ook goed voorstellen hoor, dat. Um, dat dat in andere landen, ook omdat het Disney is en omdat het natuurlijk ook een grootmacht is, maar toen ook wel echt heer en meester daarin, dat ze gewoon heel erg ja, maar harde maar crackdown echt echt, hadden uh... op. Ja, zeker. Disney was super, super streng daarin. Maar uh, Nederland was, was gewoon heel erg goed ook daarin. We, we hebben daar ook prijs voor gewonnen. Volgens mij hadden ja. wij met Aladdin uh, de beste dub ter wereld. Blijf. En uh, ja, nou, dat is wel heel zeker ja, nou ja goed, ik ben benieuwd wie dat er op de een of andere manier hoe je dat dan kan judgen als zijnde internationaal als je niet al die talen spreekt, maar uh, ik vind het wel vet gedaan inderdaad. En toen was het natuurlijk ook wel al wat bekende Nederlanders die ze daarin laten doen, ja. maar waarschijnlijk ook omdat die skilled waren en de stem paste. En nu hebben ze altijd natuurlijk gewoon zoiets van oh go gooi maar een of andere influencer erin, omdat dan mensen het kennen en dan eerder naar de bioscoop gaan. En ik kan me daardoor voorstellen dat de kwaliteit ook meer. Zeggen acteurs. Nee. Of in ieder geval ja niet eens stemacteurs. Ja, misschien de hè, de, de 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 fourth. Uh, alle alle bij uh, characters kunnen natuurlijk wel gegevoerd ge, worden door door stemacteurs. Maar uh, ik nee, maar ik je bedoel je ziet, be je ziet bijvoorbeeld al bij Across the Spider-Verse, uh, weet je, Ronny is uh, Master Blasters, kom op. Mm -hmm. <laughs> ja, ja, ik weet niet volgens mij. Film. Heb je het gehoord? Want ik hoor ik, ik of... heb de Nederlandse versie niet uh, gekeken, nee, maar ik, ik zag wel wat clipjes voorbij komen. En, uh, ja, dan heb je, ja, dan weet je toch wel zoiets van, ah, zo'n zo film verdient meer man. En, en ik snap het, uh, de taak van de, de studio is gewoon bioscoopstoeltjes uh, vullen. Precies. Dus uh, dan werkt dat over het algemene het beste. Maar uh, ja, jammer is het wel. Ja, snap ik. Um, over Nederlandse staf gesproken. Ik heb een stuk gezien van Hardcore Never Dies. Uh, volgens mij uh, de laatste film van uh, Jim Tehutu die hier voor de Oost heeft gemaakt... En uh, dat is het met uh, Jordi Film, of eigenlijk Jim Dennis, uh, die, de, die een gabber speelt. En um, ik, vond het heel, ik vond het heel Nederlands weer. En dat had ik eigenlijk niet verwacht omdat. Uh, Jan ja, dacht... bij Hardcore Never Dies. Ik, ik weet niet. Heb je de poster gezien? <laughs> ja, ja. Nee, nou, ik... Er is niet iets meer Nederlands dan dat. Nee, ik bedoelde eigenlijk meer een soort van. Uh, want, want dat is namelijk. Wat jij nu inderdaad. Dat Nederlandse daaraan is juist. Waar ik het, wat ik er tof aan vond. Het voelde echt als ja, een wel. hele Nederlandse. En dus niet qua. Technisch qua film, maar ook inderdaad qua wat je ziet, het tijdsbeeld en hoe het eruit ziet en wat dan ook. Het is 4 bij 3 geschoten. Normaal heb ik er altijd zoiets van, eh, whatever. Maar dit is natuurlijk gewoon een film die gaat over de 90s, dus dat het 4 bij 3 is, dat, dat snap ik wel. Had niet gehoeven, maar ik snap het wel. Um, het ziet er heel tof uit. Het ziet er vooral heel erg inderdaad Nederlands uit. Maar daarnaast is het ook filmtechnisch, vind ik het ineens weer heel Nederlands. Dus dat je dat, dat je mensen zinnen hoort of, of ziet zeggen die ze gewoon die ik denk van nee, maar. Dat zeggen mensen niet zo in Nederland. Uh, weet je gewoon, uh, en dat is heel raar. Ja. Dat je Jim Dennis, die juist volgens mij niet een, een, een toneelgeschoold acteur is. Uh, hoort praten uh, uh, ja, alsof je gewoon een script leest, zeg maar. En, en het script dus ook niet, niet geschreven is ja. als zijnde van oh, dit is hoe mensen praten. Dus dan ben je een of andere rauwe uh, 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 drugsdealende gabber uit de jaren negentig. En dan zeg je soort, ja, ik weet niet, ik kan het niet eens nadoen hoe, hoe, hoe geforceerd dat, dat gewoon dat Nederlandse toneelschoolachtige dingetje is. En ik, ik snap niet ik hoe ik het in zo'n film komt. Nou? Weet je waarmee we ik mee kan vergelijken? Uh, hoe heet het? Met, met die stripboeken, waar, waar, waar we er straks ook weer eentje van gaan uitleggen. Uh, in ieder geval, wat ik heb gezien, ik heb er door een aantal heen uh, gebladerd. Daar zijn de dialogen toch iets anders gestructureerd. Ze ja. zijn niet langer of korter dan, dan, dan bijvoorbeeld comics. Maar ook inderdaad, het voelt meer als Ja, ja een iets, vertaling. Ja, theater of iets? Ja, ja ook, ook dat natuurlijk. Maar het, het voelt meer zoals dat. Zoals een, ja, oké. Okay, je, je krijgt de boodschap over. En het klopt exact wat er staat. Zo praten wij niet. Nee, dat nee, is dan? het. En, en dat vind ik raar. Want volgens mij: niemand daar heeft die, 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 die filmschool, film, filmacademie uh, staf gedaan. volgens mij. Dus hoe, hoe het komt dat, er, dat, dat, dat dat Nederlandse acteerwerk in die film terecht is gekomen, dat snap ik niet beetje soort van, ah weet je, je moet uh, en en dit zit volgens mij is een soort van zuid hollands Haags, uh, half Rotterdamse, half Haagse accent, zit uh, uh, er zitten dan in en als je bijvoorbeeld alleen al soort van ja, nee, je moet gewoon uitkijken, weet je wel. Er zijn heel veel mensen die weet je wel zeggen, maar niet op die manier zoals het in die film gezegd wordt. Niemand zegt zo. Nee, ik, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ja, ik storm er ook altijd aan. Het, het komt altijd een beetje oenig over daardoor. Het was oenig en, en daardoor heb ik het ook niet uh, afgekeken. Want ben ik ik moest de deur uit. Ik had het af oh, wel grappig. Hij staat op uh, 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 Amazon ook, dus uh, ik had hem aangezet uh, en ik, ik vond het ja, wat ik zeg, ik vond het er vet uitzien. Uh, ik vond uh, sommige van de typetjes uh, uh, vond ik heel Erg tof in en in Nederlands. Uh, wat, wat gewoon herkenbaar en gaaf was. Maar ik vond het gewoon inderdaad, ja, gewoon de theater weird geacteerd. Dus ik weet niet of ik hem af ga kijken, want ja, het had me ook niet zo erg vast. Um, hmm. Ja, zonde. Maar nou, het is wat ja, maar. Dat is wat het is. Ik heb dus ook, inderdaad, je, je, je had net al uh, um, uh, 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 eigenlijk een soort van voorschirtje voor gedaan. Uh, ik heb een nieuwe comic. Uh, nee, sorry, ik heb een stripboek. En hey, je hebt hem ook daar. <laughs> ja, heb je die gewoon meegenomen? Wist je ja, dat zeker. ik deze uh, ging uh, lezen en uh, ging uh, bespreken dan? Nee, ik had uh, gewoon een gok gedaan. En ik dacht van, nou, weet je, ik, ik, toevallig, voor de mensen die niet weten, ik heb vakantie. Maar toevallig was ik gisteren op kantoor, dus ik had uh, deze even mee opgepikt. Ik had zoiets van, oké, okay, Torgel, dat is de eerste die jij hebt gekozen. Dus de tweede... Ja, 13, dat, dat, dat springt voor mij toch wel het meest in het oog. Dus ja. ik had ja, zoiets van, fuck it, ik ga voor deze. Nou, wat grappig inderdaad. Nou, dat is inderdaad ook degene die ik uh, dacht van, nou, die, die gaan we eventjes langs laten komen uh, deze week. Um, het is inderdaad 13 Trilogy, uh, Jones... Uh, dus dat is hè, de, de 13, is de, is de, uh, de, 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 de stripreeks uh, die we uh, of eigenlijk. Ja. ja, ik wist dat het ergens heel diep wel dat het een stripreeks was. Uh, maar we zijn ja, er natuurlijk. We, ook weet de, je hoe de games we erachter van. zijn gekomen? Ja, door de games. Althans, hoe ik. Ja, ik wil ja. zeggen hoe ik er ben achter gekomen. Dat was destijds in de, in de GameCube-tijdperk. Er uh, kwam er een game uit. Uh, volgens mij is die ook op PlayStation 2 en de Xbox uiteindelijk gekomen hoor. Maar dat was 13. En wat 13 zo fucking bijzonder maakt is. Dat dit was de tijd waarin cel-shading Names on the Rise was. Die, die nieuwe Zelda had natuurlijk cel-shading. Een paar andere games hadden cel-shading. Maar er was nog geen één shooter die cel-shading had gebruikt. Nee. En die game uh, deed dat wel. En het, het had daardoor een, een, ja, echt een unieke look. Maar het zorgde er ook voor dat bij, bij bepaalde kills kreeg je echt van die uh, stripboek kaders in beeld en dergelijke. Ja. Het zag er best wel vet uit. En nou, toen het was een paar jaar vet. geleden was. Ja, het was heel vet. En toen een paar jaar geleden werd, uh, werd er een uh, remake aangekondigd. Daar gaan we niet mee over hebben. <laughs> nou ja, die hebben wij dat op een gegeven moment schoen. eventjes op de Gamescom gezien. En dat was inderdaad niet. Dat was eigenlijk alsof we gewoon de. de wat was het? Ja, de. 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 de, de, de thousands, ergens meer Thousands of wat dan ook. Uh, uh, versie gewoon weer zagen. En dat voelde zeer uh, 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 outdated aan. En. Um, daardoor heel matig. Maar die game, inderdaad, die eerste waar je het over had: het, het original. Dat was heel erg, heel erg goed. Uh, dat was echt een hele op zichzelf staande, toffe, eigen uh, shooter. Die er inderdaad subliem mooi uitzag. Uh, ook wel een hele eigen toffe, cartoony um, stripper uh, uh, look had. Um, en. Toen lag uh, deze ineens op onze desk, inderdaad. Dus toen had ik zoiets van nou ah, vet, dat gaan we gaan we kijken. Dus dit is de 13 trilogy. En uh, Jones is het uh, um, is een spin-off uh, deze, deze, uh, deze stripserie. Uh, omdat um, 13 is, is die, die guy die we uit de, uit de game kennen, die, die uh, geheugenverlies heeft. En nou ja, daar ben je dus inderdaad in de game ook. En later natuurlijk in de in de stripserie of, of, of veel meer uh, nog um, op, op zoek naar wie je bent. Um, en een van de side characters daarin is, uh, is Jones. Um, en die heeft nu uh, haar eigen uh, reeks. En ja, ik, ik zei dat eigenlijk vorige week. Kijk hier, ik, ik, nummer één. En dat, dat zei ik volgens mij vorige week ook. Het heeft natuurlijk die Europese look. En. Ja, ik begin er steeds meer van te houden. Moet je nou kijken hoe gruwelijk dit getekend is, man. Dit, is zo, dit, dit moet gewoon op een t-shirt, gewoon bats achter op onze Nerdculture T-shirt. Ik klaar. Zweer het je. Als je gewoon letterlijk alleen al de, die, die, die eerste pagina of die tweede pagina achter op een shirt. Print, toch. Fucking het is shirt vet. heb je meteen. Het ja. Fucking in, insane, inderdaad. Ja, dus. Uh, nou, ja, en, en, en dus nou ja, de, de hele. En ook de even hele... voor de mensen hè. Hou hem eens voor je. Want als je. Als je, als je dit, het, het zijn ook zeg maar uh, hele grote boeken. Waardoor die uh, plaatjes nog veel, veel meer overkomen dan, ja. uh, dan normaal. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel. Het, er is inderdaad wel een verschil met uh, nou ja, bijvoorbeeld veel Amerikaanse comics die we ook wel, uh, wel checken. Het is inderdaad groter en het is ietsje meer. Het is niet een hardcover, maar het, heeft inderdaad, het, het lijkt alsof het dikker is of zo allemaal. En ja. Dit is natuurlijk heel moeilijk ja, te zien omdat bedoel. het uh, groen is en uh, wij een greenscreen gebruiken. Maar nou ja, nogmaals, het is echt gruwelijk getekend. En ik had het dus vorige week ook dat ik zo uh, nou ja, verbaasd eigenlijk was door Thorgo. Um, dat, dat, dat ik weer hierbij ook zoiets had. Van, het is zo grappig dat de Europese school van, nou, in dat geval dus, hè, nu, laten we dat dan strips noemen. Jij zegt het ook altijd van nee, dat zijn strips. Um, dat dat zo'n andere gegronde insteek heeft ten opzichte van de Amerikaanse comics en wat dan ook. en um, Ik heb dat vroeger, mijn vader had, uh, had vroeger uh, storm en, en wat dan ook. En ja, toen heb ik het heel lang niet uh, uh, aangeraakt of niet, niet op mijn pad geweest. Um, en nu kregen we dus weer dit, dit stapeltje uh, strips, en nu ben ik er weer in. En ja, ik, ik, ik ja, weet ik veel. It takes me back. En ik, ik krijg steeds meer zin in, in dit soort. Nou ja, veel minder. Want comics zijn normaal altijd superheroï. En dit niet. Dit gaat gewoon over uh, 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 Jones. Een, een chick die uh, in dit geval, omdat het spin-off is, dus een vooruitblik uh, uh, is. Of een prequel op uh, de, de, wanneer ze in de daadwerkelijke 13 terechtkomt. Um, en dat ze gewoon op de Naval Academy aan het trainen is. En de broer is ontsnapt uit, uit de gevangenis. En uh, er zit een hele toffe de broer in. Broer die ze forth. zelf heeft aangegeven. Ja, echt, het begint al gelijk met goede intrige en dergelijke. Het speelt Nadat. zich af in de, in de jaren 60. Tijdens de Vietnamoorlog. En uh, dat had ik in eerste instantie niet door. Want ik, een van de eerste panels zie je gewoon echt een hele dikke F-16 jet of whatever uh, het ook is. Ja. Ze, ze, ze nemen daar wat, wat, wat vrijheid in mee. Een hornet, ja. Ja, zoiets inderdaad. Maar uh, hoe heet het? het speelt zich af in de, in de jaren zestig. En die, 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 die tijd, die, die geven ze ook wel echt mooi weer in beeld. Precies. Dus je, want het is, het is op zich best wel... Het is het, er gebeurt veel in het verhaal. Ja. Maar qua, qua langdurige... Want het is een trilogie. Qua langdurige opbouw is het op zich weer een, een vrij rustige opbouw. Hoe bedoel je? Waarin best wel veel gebeurt. Nou... Je ja, eindigt zeg maar, aan het einde van, uh, van dit boek. Want het gaat inderdaad over haar broer. Die heeft ze ooit aangegeven in, uh, vanuit landsbelang. Want hij uh, schuurde met de verkeerde uh, ja, groepen. Terreurgroepen wil ik het niet meteen zeggen. Maar uh, vrijheidsstrijders slash terreurgroepen. Je weet hoe die dingen gaan. Ja. Vervolgens Volgens belandt hij in de bak. Hij ontsnapt. En uh, wordt vervolgens ook weer opgenomen in een andere terreurorganisatie. Die vervolgens uh, uh, The rock, hoe heet hij ook weer, Alcatraz, ja. uh, eiland uh, inneemt in, ja, in, in eigenlijk. En, en, en daar eindigt het een beetje het eerste deel van dit verhaal. Ja, nou, dat denk. klopt. Want het de tweede deel die staat er inderdaad op uh, uh, te verschijnen. En dat heet inderdaad rood Alcatraz. Dus uh, uh, die uh, komt er uh, binnenkort aan. Nou ja, dus. Um, dat uh, is, 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 hebben wij deze week gelezen, in dit geval. Dat is ook wel eens leuk als we wat uh, zeggen kunnen dat we, dat we lezen. En, nou ja, daarom was deze stapel met, uh, met strips uh, welkom. Um, ja. Dus dat was vet. Het was een toffe, uh, toffe, chille, nerdy week. En voor jou, inderdaad, je hebt niks anders gedaan dan generd. Zeker. En heel veel gegamed. Want dit zijn ook de weken waarin ik mijn backlog aan het werken ben. Ja, maar daarvoor werken zitten we hier niet. Uh... Eh, nee, maar hey, dat, dat zijn de dingen waar ik op dit moment mee bezig ben. Ver. Zullen we naar het nieuws? Yes, let's do it. Uh, althans, uh, we hebben eerst een trailer die we gaan bekijken. Ja. We hebben er vier in totaal vandaag. En, uh, oh, je hebt er eentje verschoven, zie ik. Uh, nee, nou, uh, dat per geeft helemaal niet. Nou, ik ik, ik wilde afsluiten. Kijk, ik zie hem. gooi niet. ik alvast. Ik zie hem ook niet, maar laten we ook nog even mee wachten. Want wat ik wilde zeggen. Ik wilde eigenlijk, en dan is dit in ieder geval dat die, die nog eraan zit te komen. Namelijk, Nurkeltje afsluiten met doen part 2 trailer. Okay. Er is weer een hele nieuwe, vette trailer voor uitgegeven. Ik denk dat we daar het meeste naar uitkijken. Maar die komt straks nog voorbij. We gaan eerst kijken naar. Maar gaan we, daar dan... God. we kunnen die namelijk nog eventjes switchen uh, met uh, Marvel Season 2, waar we het ook nog over gaan hebben later. Dat zou ik wel doen. Dat past ook iets beter bij de nieuwtjes. Dan uh, kopieer en plak ik hem wel ja. even. Doe maar. Ja. Dan gaan we nog uh, ondertussen denk ik lekker ja, kijken ja. naar de trailer van Godspeed. Ik ben uh, benieuwd. Uh, ik zie uh, dat het een... Uh, een uh, we can't stay here ja noem je dat eigenlijk? Een cartoon is. Oh, Dat ziet er mooi uit. Ja, Ik, ik, het ook stijntje, ik, ik, ik heb de trailer nog niet gekeken. Maar ik zag uh, wat, wat afbeeldingen hiervan. Ik vond het heel vet uitzien. Waar, weet je al waar we dit kunnen? Is dit weer een, een Netflix-ding? Want Netflix is aan, echt aan het knallen met, met, met cartoons op het moment. Ik weet geen ik ge nu al nee, Het nee, te dat ziet er niet uit als je, als je nee. door naar nee, Netflix. Uh, nee, ik hoef dit, dit hoef, hier hoef ik niet. naar Ik, ik vond die, uh, die scenery vond ik heel tof. Maar deze... I ja, tof. Ik, ik vind het nog steeds wel cool. Want het is wel echt een hele eigen stijl. Find a way back to you. Het heeft iets van Firewatch. Firework of hij eigenlijk de, vooral. De, uh, ja, ik ben benieuwd uh, wat dit, uh, waar dit naartoe gaat en ook waar, waar dit dan te vinden is. Dying. Ik vind het wel een beetje, het best beetje, best? beetje gezapig met dat muziekje ook op de achtergrond. Ja, voor, voor de dingen die je ziet op beeld. Ja. Had je toch wel iets... Iets, iets spannenders over. verwacht inderdaad. Ja. Kijk, hier mensen verlaten de aarde. Dat snap ik heel goed. Zij blijft achter. Wel mooi, uh, jou mooie. Ja, zou het een uh, geschenk. Ja, toch? Nou, daar is die weer. Ja, nee, daarom. Uh, ga je <laughs> als de rest vertrekt. <laughs> ja. Heerlijk lijkt me dat. Ik zou echt blijven, inderdaad. Ja. Kijk, dit vind ik het mooiste tussendoor. Die, die, die met deze hele mooie, gewoon slik vormgegeven titeltjes. En het thema. Een van de reden, het voelt ook een beetje als een game of zo. Ja, zeker. Misschien is het wel een, een combinatieproject. Maar nee, maar het is gewoon geen goede trailer. Ik, uh, ik vind het saai. Ondanks ja, dat het er vet eens... uitziet. Behalve de characters. Nee, Ze weten het niet te verkopen. Nee. Nou, dus. Ik vind ook de characters vind ik er vet uitzien. Maar je hoeft niet lang op te wachten. Want 15 december is het zover. En ja, dat, dat is toch alweer uh, twee dagen geleden. Op Chubchub is ja. Staat het? Ja, dus uh, dat is uh, ook. Uh, uh, nou ja, je kan het nu gewoon gaan kijken. En uh, ik ga het niet doen. Cool. Ga er even goed voor zitten, Jelle. Want hier komt wat uh, vervelend nieuws. Tragisch nieuws. En dat is uh, het feit dat. André Brouwer, nee, 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 nee. de police captain, uh, is overleden op ja. 61-jarige leeftijd. Hij is afgelopen maandag is hij overleden na een, uh, ja, een kort ziektebed, uh, staat er, brief illness. Uh, de, de, er is verder nog niet zo heel erg veel duidelijk, uh, in ieder geval niet bij ons, wat er nu uh, precies aan de hand was. Nee, um, er staat niet in waar hij dan, uh, nee, dan aan kunt... overleden is. Nee, ik heb het, uh, ik heb het uh, niet uh, kunnen ontdekken. Dus mm. en ja, dat zien we wel vaker overigens hoor. Dat, uh, dat we dat pas een paar dagen later bekend wordt gemaakt uh, waar dat uh, door uh, is gebeurd. Maar uh, Derman. dit ja. was wel, uh, kijk, wij, wij zijn allebei fan van uh, Brooklyn Nine Nine. Ik denk allebei om verschillende redenen. Jij, omdat je ja, het was een cop-series Gobs, en, ja. en dat soort dingen. En, ja. en ik hou gewoon van, van stomme sitcoms, uh, comedies met sterke characters. Ja. En dat is uh, wat Brooklyn Nine-Nine absoluut is. Ik denk en, dat, uh, en daar was deze man eigenlijk wel een van de grotere sterren van. Misschien wel groter dan Jake Peralta? Nou, hoe bedoel je? Qua in de show? Ja, qua show Ja, ik vind Captain Holt vond ik, denk ik de tofste character. Omdat het gewoon zo'n zo onwijze droogkloot is. Uh, met, met hele grappige timing en wat dan ook. Dus ja, nee, ik uh, vond dit wel. Uh, uh, ja, ik denk dat ik dit de coolste karakter vond uit de serie. En uh, ja, bizar dat deze man op 61. 61 is ook fucking jong. Dus uh, ja. nou, we kunnen nog eventjes volgen wat dit, uh, waarom dit uh, eventueel gebeurd is. Maar ja, weer. Uh, kijk, ik wilde zeggen one of the greats. En dat is misschien niet uh, hoe we dat kunnen. Uh, hè? Het is niet een bekende als legio andere sterren die we hierin uh, uh, af en toe wel eens behandelen. Een legendarische rol neer en, ja. en dat heeft hij absoluut gedaan met Brooklyn Nine-Nine. Ja, nou ja, dat. Gecondoleerd, allemaal. Yes. Herlaat, Leuk om even herlaat, mee te herlaat. beginnen. Hè? Oh. <laughs> ja, ik heb altijd zoiets van: als er mensen zijn overleden, dan zet ik dat altijd als eerste nieuwtje. Het voelt ja. raar om, de, om, om daar niet mee te openen. Maar nice. ja, nu, nu ga ik wel van, van, van de ene emotie naar de andere, want het is echt een emotionele rollercoaster. Dit komt echt vlak. Echt vlak, 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 vijf minuten voor opnemen kwam dit, uh, kwam ah, dit binnen. Ah, ja, ik zie en het. En dat is Hideo uh, Kojima heeft een partner gevonden in A24 voor, uh, voor Death Stranding. De verfilming van Death oh, Stranding. Oh, is het ook echt voor ja, dat? Bizar. Het is daarvoor inderdaad, ja. We wisten dat er een, een, een project gaande was. was nog niet bekend wie uh, daarmee aan de haal zou gaan. En het is nu bekendgemaakt, A24, want... Als je nu naar de A-24 shop gaat, kan je daar een, uh, een heel vet shirt vinden van A-24. In de, in de stijl van Death Stranding. En daar wordt hij uh, ang geen bekend gemaakt. Ja, ik wil zeggen, als je op, uh, op de shop klikt, oh. dan ga je hem waarschijnlijk daar wel zien. Dat is en, ook wel uh, heel cool. Ik zit er inderdaad, aan te twijfelen oh, nee. om hem te kopen. Ja, Jezus, hey. dit, is wel, dit is wel een legendarisch uh, uh, stukje toffe koek. <laughs> merch collaboration. Uh, dit, ik vind ik trouwens ook zeggen. de site heel erg mooi. Uh, dit is echt mijn, mijn story design, weet je wel. Maar A24, een uh, hele mee. toffe uitgever, toffe videolabel. En uh, Dead Stranding, een van onze favoriete games van de laatste paar jaren. Um, nou ja, en denk ik ook heel goed verfilmbaar. Je hebt de acteur, ze ligt er al klaar voor. Um, en nu is het eindelijk vi Video Kojima. <laughs> ja, en, en we hebben echt de afgelopen tijd al... Of, Vaak genoeg veer in de reet gestoken bij A24. En ik denk ook echt dat dit uh, wel de partij is die hiermee overweg kan gaan. Ik denk een te de grote studio, dan krijg je gewoon uh, een beetje studio bemoeienis. Dan krijg je een beetje die, die mainstream cookie cutter shit die, die, ja. die we nu alleen maar zien uitkomen. En ik denk dat zij in ieder geval nog wel een risico durft te nemen. En ik denk dat het ook wel echt nodig is met, met de materie. Maar ook met de te gekkigheid van hier Deo Kojima. Ja, wat denk je dat, uh, dat, dat Video Kojima gaat doen in, uh, uh, aan, aan deze productie? Gaat hij gaat regisseren, gaat hij meekijken, gaat hij consulteren, ja. weet je. Hij, uh, hij gaat niet, uh, hij gaat niet uh, regisseren of iets dergelijks. Maar hij heeft wel gezegd dat hij deeply involved was. En dan staat ja. er just to be clear. I am deeply involved in producing, supervising, plotting. Look design and content of the film adaptation of Death Stranding. Not, just not in charge of directing. En dat snap ik op zich wel. Ja, is het... Ja, uh, yeah, nee, fair, fair. inderdaad. Uh, uh, ik kan me ook voorstellen, juist als je met toch wel een van de grote... Het is een grote filmmaatschappij uh, natuurlijk op dit moment... Uh, dat je dan niet iemand met, met uh, alleen maar uh, urenlange cutscene ervaring uh, uh, die, die, die film gaat laten helmen. Dus, nou, Ik ben heel benieuwd. Hoe nee, die, uh, en, en hij zou er hij hij ongetwijfeld naast staan. Hè? Ik bedoel, uh, Precies. Ik, ik weet niet hoe, in, in hoeverre ze het toelaten, maar hij, hij zal er heel nauw bij betrokken zijn en uh, zal echt wel zijn eigen ideeën daarover uh, over hebben. En, en sterker nog, ik denk dat A24 die juist omarmt. Terwijl grote studio's denk ik dat ze misschien denken ah, weet je, Deo Kojima, daar werkt Misschien in games, maar ja. toch een ander publiek. Ja, die gaan hier zo blijven. mee met die gekke shit van je. Ja, ja. precies. True. Nee, dus uh, denk ik denk alleen maar mooi. Ja. Dan Over uh, A24 uh, gesproken. Ja, want uh, Dwayne Johnson die, uh, die gaat ook een A24 film maken. Ja, Rotterdam. En uh, toch wel vet om te zien hè? Dat, dat, dat A24 uh, toch wel echt, echt naam begint te maken. En dat. dat Iemand zoals Dwayne Johnson uh, ook heel graag daarin in wil stappen. Want ik denk dat hij zich niet heel serieus genomen voelt in zijn uh, filmcarrière. Hij heeft weet hij dat zelf hij gedaan. Hollywood... Ja, ja, absoluut. En, uh, maar ik denk, ik denk dat hij ook een keertje zoiets wil gaan neerzetten. En dan gaat hij dit keer doen met uh, Ben Safdie. En die ken je misschien. Dat is uh, een van de broers van de Safdie Brothers. Die ja. uh, Uncut Gems heeft gemaakt. Uh, ook een film met een, met een uh, natuurlijk acteur. Adam Sandler die normaal gesproken een compleet ander ding doet, nu in een hele serieuze rol. En wat mij betreft was dat echt een van de vetste films van het jaar. Ik weet niet hoe lang het al geleden is, misschien drie jaar. Maar uh, wat een belachelijk vette film was dat uh, en, en ook een groot succes. En nu gaan we het zien met Dwayne Johnson. Die uh, het gaat een soort van biopic worden. Het heet The Smashing Machine, waarin die uh, de legendarische MMA-fighter uh, uh, Mark Kerr gaat spelen. En uh, ja, ik, ik ben er heel eerlijk gezegd niet uh, bekend mee. Nee, um, ik, ik ken hem ook niet. Ik denk UFC dat ik inderdaad... Niet. Ja, precies. Uh, nou, ik ik, ik uh, een beetje. En ik denk dat dit een early day uh, uh, starts. Het staat ook de, de no holds Bart era of UFC. Toen, toen je nog uh, echt, uh, echt full ground en pound mocht en, en wat dan ook. Uh, dus ja, weet je een, 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 een early uh, uh, UFC uh, MMA fighter. Ik ben benieuwd of die ook zo groot is als een Dwayne The Rock Johnson. Uh, wat ik dus wel... Uh, altijd zeggen. en dat is de uncle James is daar een mooi voorbeeld van ik vind het altijd heel cool wanneer nou dit weet je dus zoals en op Sandler en ook, ook de, de Pebble Johnson is natuurlijk iemand die de hele tijd dezelfde soort grandeur rolletjes speelt um, dat die nu kan bewijzen uh, of uh, slash dat die ook lijp kan acteren Um, ik ben benieuwd, ik ben daar heel benieuwd naar om uh, um dat te zien. Ik vind het altijd heel tof en dan, ja, dit is, meneer Sef, die en zijn broer hebben al laten zien dat, dat, uh, dat ze dat uh, kunnen met bijvoorbeeld een Adam Sandler. En ik denk dat als je een goede acteur bent, uh, dat je dat ook kan. En ik ben benieuwd, ik, ik heb dus het idee dat, dat, dat uh, The Rock dit gewoon gaat, uh, gaat, gaat poelen ook. Ja, ik, ik, ik denk het eigenlijk ook wel en uh, dat speelt zich af in de jaren negentig in ieder geval. Ik heb nog wel één vraagje aan jou Jelle. Dat kan. Heb jij toevallig WhatsApp openstaan op jouw laptop? Want ik krijg een, uh, een berichtje van onze regisseur. Kan je even WhatsApp uitzetten? Ik heb WhatsApp niet aanstaan. Nee, ik ook niet. Dus, nou, dan dus, weet ik het ook niet. Nee. Ik hoor ook geen uh, WhatsApp bericht hoor. Uh, trouwens. Ik dus, ook niet. Uh, maar maar onze, uh, onze regie hoort het wel. Ja, goddammit. Nee, ik weet niet wat het, uh, wat het Regie, heb je zelf is. WhatsApp aanstaan? Ja, precies. Je hebt gewoon zelf WhatsApp aanstaan. Regisseur uh, staf. Oh, oh, Anyways. Oh, oh, oh. Um, ik ben benieuwd naar deze film. Als in, ik, ik heb echt, uh, jullie weten dat, ik heb niet een uh, uh, ik heb helemaal niks met Biopics. Uh, maar uh, ik vind uh, wat deze regisseurs hebben gedaan uh, heel tof. En ik vind ergens kijk ik ook wel altijd graag naar films met de uh, Pebble erin. Dus ik ben benieuwd uh, uh, wat dit gaat, uh, gaat opleveren. Ja, ik, uh, ik ook. Ik ben uh, heel benieuwd of die het inderdaad uh, hoe, wat hij er vanaf gaat brengen. Ja. Um, dan hebben we Beverly Hills Cop 4. Daar hadden we natuurlijk al uh, een... Twee weken, drie weken geleden hadden we daar al een eerste uh, setfoto van. Ja. Waarop Eddie Murphy er trouwens fucking goed uitzag. Ik bedoel, uh, de, de man is... Uh, ja, ik heb geen idee hoe oud hij is inmiddels, maar hij zal wel tegen de 60 gaan zitten, denk ik. Dat Zeker, ja. Ik denk, wel, ik denk wel ouder eigenlijk. Oh ik, ga nu, ik ga nu heel snel googlen. Eddie Murphy, age... 63, denk ik. 62, Kadem, nou, dat, be dat bedoel ik. Hij dat is even oud als mijn vader. Uh, zo goed schatten. Uh, en uh, daar zagen we een eerste setfoto. Nou, dat zag er natuurlijk fantastisch uit. En uh, nu hebben we de, de eerste details van, uh, van deze film. We zien hier uh, de teaserposter, om het zo maar te noemen. Uh, de, de, de film Netflix. gaat ook heten Beverly Hills Cop, Axel F. Ja. En uh, dat is natuurlijk refererend naar uh, Axel Foley, de, de naam van de detective die uh, Eddie Murphy speelt. En um, ook uh, gelijknamig aan het nummer uh, van Harold Faltermeyer Die ja. heette Axel F. En uh, dat is natuurlijk die, uh, die synthesizer-muziek waar iedereen helemaal lijp van wordt. Waar ooit ook een, uh, een Crazy Frog uh, wereldvaan mee maakte. Ja. En uh, ook iets waar ik echt heel veel zin in heb om weer te horen in de film. Ik en, zie uh, dat. Uh... Dit... Ik zie ja. dat Joseph Gordon Levitt uh, uh, de nieuwe uh, ja? partner uh, is. Naast uh, Taggart ja. en, uh, en, en Rosewood. Uh, ja, ik wou dat toch... zeggen. Taggart en Rosewood, Rosewood uh, die keren terug. Voor de mensen die niet weten wie dat zijn. Dat is uh, die lange slungel en de soort van uh, wat kortere, corpulente man. Die, uh, die op het bureau werken. waar, uh, waar natuurlijk extra folie uiteindelijk komt vanuit Detroit. En uh, in deze film. Gaat het over, uh, over ze, onder andere zijn dochter, gespeeld door Telepage, Die wordt bedreigd, uh, met het leven bedreigd denk ik. En uh, laten we alsjeblieft goed oppassen met het inschakelen van B-roll. Ja. Die, die, die vingertjes de van worden. de redactie zijn op dit moment zit je... Plap, plap, plap. Rustig aan, maat. Ik wou zeggen, je kan gewoon tien seconden erover doen om b in te schakelen. Maar zorg wel dat die gewoon goed is. En um, zij wordt dus met het leven bedreigd. Uh, uiteraard uh, stept uh, Exo Foley op. En die gaat samen met Joseph Gordon Levitt en zijn dochter uh, dit avontuur aan. En uh, ik hoop dat Rosewood en Taggart meer zijn dan alleen cameo's. Want het, ja. het zijn wel oude puppies, natuurlijk ook. Hè? Nou, Judge Reynolds is denk ik jonger dan. weet uh, dan, uh, hij hoor. Ja? Dan, uh, ja, dat denk ik wel. En, uh, maar Taggart is in de inmiddels al uh, full on opa. Uh, uh, the, too close to the age of dying, denk ik. Ik um, zeggen, die was daar al uh, helemaal kaal uh, met zijn Precies. Snor. Dus, uh, nou maar, maar, Ah, Judge ja. uh, Reynolds is ook gewoon ouder hoor. Die is ja, 66. Ja? 66, is heel nou ja, okay. dat, ja. nee, Ik ben benieuwd. Ik denk dat het wel meer gaat zijn dan, uh, dan Cameo. Maar nee, ik, ik ben best wel benieuwd. Nee, volgens mij heeft Eddie Murphy wel een wijze Netflix deal. Want uh, uh, al zijn films komen volgens mij daar uh, op uit. Candy um, uh, Kane Lane? Die, die, die is onlangs volgens mij ook uitgekomen. Volgens mij ik. Netflix, uh, uh, die, die film samen met uh, Jonah Hill uh, over de culture, uh, die, die was ja. Netflix. Dus hij heeft echt een Netflix deal. Uh, ik, ik, maar ik, voor, ja. voor de mensen voor de, die, uh, die uh, op zoek zijn naar een leuke kerstfilm. Ik, ik heb hem nog niet gekeken, maar ik hoor wel echt goede verhalen over Candy Cane Lane van, uh, van Eddie Murphy. Ja? Dus, ja. De, maar, en, maar, en maar ook de, mensen maar die verbaasd zijn van hij is best, hij is best wel dof. Waar ja. Dus ja. gaat het ook weer over? Ik heb geen idee. Het is een kerstfilm. Het oh ja, precies. Is dat is het. met zijn ja. familie. Maar... Nou ja, daarom. Dat, dat ga je, je toch niet gezocht. fucking kijken. Maar uh, dit daarentegen, XLF, uh, uh, ben ik heel benieuwd naar. Want ik denk dat, uh, ik denk dat Beverly Hills Cop is wel nerd culture approved uh, nostalgie. Ja, maar kijk, wij, wij zeggen allebei. Weet je, er hoeft geen Beverly Hills Cop 4 te komen. Het gaat niet zo goed worden als, als het natuurlijk vroeger was. Maar ja, nu komen we steeds dichterbij, dichterbij. We zien een logootje, we zien een teaserfoto, uh, we zien deze poster. Het begint toch wel een beetje te kriebelen om heel erg te zijn. Ja. Ik heb gewoon zin en ik hoop, ik hoop dat ze dat kunnen. Ik heb gewoon echt zin in een eind jaren 80, begin jaren negentig, bodycup ja, film. Maar precies. gewoon echt funny, zoals precies ook in die tijd was. Honor inderdaad gewoon ho hoe die films toen waren. Net zoals dat Top Gun Maverick dat perfect heeft gedaan. Uh, ja, precies dat. Doe gewoon die shit. En uh, dan gaan we er toch wel van genieten inderdaad. Ook al zijn ze ouder en wat dan ook. Dat, uh, ik ben benieuwd. Ja, ik, moet, ik moet ook echt nog steeds denken. Gewoon als ik denk aan Beverly Hills. Gewoon denken aan de, de, in dat atelier. Met, met die, uh, die homo-guy die, uh, die hem helemaal, uh, helemaal rondtoont en shit. Oh, de, dat dialoog tussen die twee is zo so fucking funny. Get the fuck out of here. No, I'm not. <laughs> die, uh, dat kan ik niet zo. meer voor me halen op dit moment. Nee, volgens mij is dat de eerste. Ik weet niet meer zeker. Wordt hij volgens mij ook door, uh, door een ruit heen geflikkerd bij het politiebureau. Lijp. Ah oh, ja, dat, 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 dat soort inderdaad. De actiescènes die, uh, die ken ik wel. En dat hij gewoon rondrijdt in zijn rode Mercedes. Uh, dat soort staf. De, de immaculate fucking uh, uh, costume design net zoals bijna elke jaren 90 film is gewoon vreed uh, dat soort stuff uh, is dat mij ja uh, nog ik het hoop meest erbij. en dat lag je echt. echt dat ze die magie uh, kunnen terugbrengen en uh, over jaren 90 films gesproken uh, daar, daar blijf nog heel even bij want Terminator 2 en uh, onder andere Home Alone zijn toegevoegd aan de National Film Registry en uh, ja Nationaal Filmregister en um, daar worden ieder jaar heel veel films voor aangemeld. Afgelopen jaar waren er ook weer bijna 7000 films uh, ja, aangemeld voor, de, voor het Nationale Filmregister. Waarvan er uiteindelijk 25 films uh, uiteindelijk uh, de, ja, toch de, de, de doorbraak hebben gemaakt tot uh, wat is dat? het Nationale Filmregister. Het houdt gewoon in, dit zijn films die zo'n impact hebben gehad uh, op, op, op de maatschappij. Uh, qua popculture, uh, dat, dat ze voor eeuwig... Uh, ja, ja, hoe, hoe zou je dat moeten zeggen? Want, ja, maar gewoon in een archief dat zitten. Eeuwen... Dus, de, de, ja, maar, maar dat, dat, dat dus dit niet heet meer het internet se, gewoon, de... toch? Daarom wou ik zeggen, van elke filmstudio heeft zelf natuurlijk zijn eigen preservation ook. Precies. Maar ik denk dat dit wordt gedaan vanuit een centraal orgaan. Dus. Ja. Maar mocht er ooit nog iets gebeuren. dat... Het is een uh, beetje zoals de, de Rock'n'Roll Hall of Fame, waarschijnlijk. Van, dus mm. van muziek is, is dit waarschijnlijk dus voor, voor uh, 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 Amerikaanse. Want het is natuurlijk ook nog, je, je, er stond ook in de nieuwtje. Stond er het Nationaal Filmregister. Dus ik dacht, oh, dat is leuk. Nederland heeft het, het Nationaal Filmregister. ken ik nog niet van. Dat willen we vast ken... ook wel hebben. Ja, precies. Maar dat dan daar uh, Terminator had. Ik zien van: oké, okay, oké, okay, dat is pretty fucking cool. Uh, <laughs> want ik zou zeggen dat het dat, dat zwart Zwartboek... en uh, de, de oost, weet je, dat soort shit staat daarin. De uh, east. <laughs> ja, ja <laughs> precies. Maar, uh, maar aan de andere kant, hoeveel? 7000 fucking. Uh, oh, hier. Oh, maar kijk, dit is het inderdaad. De, 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 de dit editions. van dit jaar. Van dit jaar. Ja, ja. Oh, hier, een movie trip through Finland van 1921. Dat geeft helemaal niemand meer op wat om in de hele wereld. Uh, fame, dat is het toch wel, want mensen hebben erop gestemd. Oh, is het een stemding? Ja, hier staat in ieder geval. Kijk, in uh, this year there were 6875 different films submitted, en in the end 25 movies were added to the regi registry, including a bunch that were heavily supported by public votes. Dus het is een gedeelte, denk ik, uh, industrie, en een gedeelte publiek. Nou, ik, ik kan je, het publiek, die kan ik eruit vissen hoor. Uh, dat denk ik dat ook is, wel. Lady and the Tramp uh, is een, een public vote geweest. Uh, fame uh, wellicht. Uh, even Home Alone natuurlijk. Terminator is public vote. Nightmare Before Christmas Nightmare is Before public Christmas. vote. Uh, Apollo 13. 13 denk ik ook. En 12 Years a Slave. En de rest is allemaal door is gedaan, want dat kent niemand. Dus uh, dat ik, uh, kan je ook. Ik, ik denk het wel. En uh, hier staat in ieder geval nog, deze films dus, uh, zijn uh, belangrijk gevonden vanwege hun cultural, historic or aesthetic importance. Ja, en het zijn er inmiddels bijna 900 uh, die, daar, uh, die daarin zitten. Dus uh, okay. ja, weet je, aan de andere kant 900 films. Het ja, dit, dit is natuurlijk ook wel, het is alleen maar Amerikaanse films. Nou, ja, dat vind ik wat overdreven. Ik hem maar lekker op 250. knik je er af en toe eentje uit. En dan gooi je er af en toe uh, een nieuwe in. En dan, dan moet je daadwerkelijk gaan schiften. En echt, soort van, Ech, kunnen we dit doen? Ja, oké, okay, dan moet die eruit. En, en dan doe je dat. En dan weet je daadwerkelijk dat het heel veel betekent. Nu is het gewoon van ja, whatever. Ik, uh, ik, ik ben inderdaad uh, ook uh, heel benieuwd. Um, verder, ik, want ik zit hier heel even te kijken. Ik was even in de war doordat we wat dingetjes door elkaar heen hebben gegooid. Uh, hebben we een trailer op dit moment? En dat is yeah. dus die we net hebben omgegooid: van Marvel What If Season 2. En weet je, ik haal, voordat we hem starten, yeah. ik, ik heb een hekel aan jullie, want jullie hebben vorige week uh, natuurlijk Mirror Culture gedaan. Yeah. En dan hadden jullie bij deze week op streaming, hadden jullie gezet naar nou, Marvel What If Season 2. Dus ik zat, zat deze week al helemaal klaar om die shit te gaan kijken. Is er pas volgende week, 22 december. Huh, het was inderdaad de 22e, inderdaad. Hebben we het daarover, nee, heb dat is... ik dat toen uh, erin gezet? Heb ik echt gezegd, uh, ja. Dit staat al op de stream? Dan heb ik dat gewoon verkeerd gelezen, want ik, 22 december staat in mijn geheugen gegroefd. Want het dat, dat, ja, is er God, nog, er re -re released er nog een stuk meer. Maar hebben we dan nou niet deze trailer al gezien? Is dit een nieuwe trailer? Nee, dit is, uh, dit is wel een nieuwe trailer. Dat... En uh, deze is volledig in de holiday spirit. Oeh, nou, we gaan kijken. Let me tell you. Daar is hij met z'n biksie. Ik drazuur. Je ziet wel, uh, die logische shit zit er dus al in, hè? Ja. Yeah. Dat yeah, yeah, uh, is Paul. Dat that is wel echt Paul Rudd, volgens mij. weet het niet. Howard the Duck. Nine episodes. Wat was dat? Ten Rings van, met, met een Thor? Was dat Thor's Ten Rings? Oh, Kijk, daar is Kroki. Ik weet het niet. die klote Thor weer. Toch, die, ik echt, die, heeft, die heeft TikTok echt. echt verkracht, man. Oh, dat is cool. Nebula, die in, dat uh, een. Dat ziet er vet doen. uit, hè? Ja, Yanda Nebula ja, is ja, ja. heel vet. Ik ben ook heel benieuwd. Ik, ik hoop echt dat ze enigszins in de buurt kunnen komen van het eerste. Oeh, dat is Oudon. Uh, uh, dat, 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 uh... dat ze wel heel erg leunen op die cast Spirit. Weet ik niet of het daardoor net zo tijdloos kan zijn? Ik denk maar, dat dat uh, maar één aflevering gaat zijn, hoor. Die, en dan deze trailer toevallig. Wie is dit nou? Ja, dat weet ik dus ook niet. Zal dat Justin Hammer geweest zijn in een, in een Hulkbuster? Ik denk het wel. Ja? Yeah? Ik denk dat het... Ja, hij lijkt op Justin Hammer. Beetje, Dat, dat is de ene... Yeah. Ik, ik, ik kon er ook niet over uit, maar nu jij zegt Justin Hammer... Ja, ja, volgens mij. Wat als Justin Hammer uh, uh, Iron Man was? Dat ja, zou natuurlijk nou, kunnen. Dat lijkt me een hele logische. Ja, toch? Ja, niet fucking Tony Stark met stark Tech maar gewoon fucking Hammer Industries. Uh, uh, Justin Hammer. Oké, okay, dat lijkt me wel vet. Nou, ik, ik, ik ja, kerst heb ik niks mee. En ik hoop echt dat het maar maximaal één. Ja, ik zag Thor natuurlijk met een kerstmuts, dus dat het maar één uh, uh, holiday-aflevering is. Maar um, ik vond er wel weer veel vette, vette dingen bij zitten. Ik heb hier wel echt heel veel zin in. Dit is, dit is ook wel echt, inderdaad, voor ons nerds, denk ik, een hele lijpe. Kerstvakantie uh, uh, Thing to watch Ja Zeker weten en, um, weet, het, het, het zijn ook zeker niet de, de enige animatieseries van Marvel Die eraan zitten te komen Want uh, deze week verschenen er aardig wat nieuwtjes Je had er al een ja. aantal uh, bij elkaar geraapt Ik had er ja. een aantal bij elkaar Kunnen we het namelijk... over hebben ik wou net zeggen, dit gaat namelijk over de, de andere animatieseries. Die, die er allemaal aan zit te komen bij Marvel. En uh, ik denk dat bovenaan ons lijstje natuurlijk. X-Men 97 staat. Ja. Uh, daar kijken we echt al heel lang naar uit. Ik weet niet hoeveel jaar in, het inmiddels geleden is. Dat, uh, dat deze is aangekondigd. Dat we daar wat plaatjes van hebben gezien. Maar uh, ja, het, het blijft maar uitgesteld worden. Uh, in ieder geval, we weten nu dat die in 2024 gaat uitkomen. En daarbij. Um, Komt ook Friendly Neighborhood Spider-Man uit. Ja. Wat uh, die Spider-Man animatieserie is die eerst Freshman College heette geloof ik. Of Freshman, Freshman Year. Year so ja. Ja, ik wou net zeggen Freshman Year. Dat is nu Friendly Neighborhood Spider-Man geworden. Gaat dan wel gewoon afspelen voor, uh, voor Civil War. En er is een nieuwe animatieserie aangekondigd. En dat is Eyes of Wakanda. Ja, ik ga het en... even opzoeken. Volgens mij uh, staat daar, uh, heb ik in ieder geval ook een nieuwtje inderdaad van uh, bijgezet. En of we daar ook een uh, eventueel hebben, we daar misschien. Nee, nee dat, dat, daar gaan we het gewoon over hebben. Ik dacht van misschien is er al wat art of zo, maar. Nee, ik had er nog niks van gezien ook, inderdaad. Uh, maar ja, de, daar dat moeten we ons heel even door laten verrassen. De, deze was ook nog niet aangekondigd. Dus deze komt uh, echt uh, rauw op ons dak vallen. Maar uh, we zijn er niet minder blij mee, natuurlijk. Uh, maar X-Men 97, daar is in ieder geval het volgende over bekend: uh, Storm en Wolverine. Die proberen, willen verder gaan uh, met de X-Men. Uh, Professor Xavier is er, is er niet meer. Je uh, moet mij, uh, mijn antwoord uh, verontschuldig uh, zijn. Maar uh, ik weet niet meer hoe X-Men uh, is geëindigd, de animatieserie. Maar ik kan me voorstellen met de dood van uh, Charles Xavier. Precies. Uh, want zij willen verder gaan met, uh, met de X-Men. En um, Magneto, die, uh, die wil dat eigenlijk ook uh, doen. Ja. En um, die wil dat stokje overnemen. En dan hebben we nog... Invloeden van buitenaf, waarbij Sinister uh, dat allemaal wil zien te voorkomen. Fucking lijp. Dat, uh, dat klinkt uh, alsof. En, en uh, het is dus. Ja, het is echt een direct vervolg met dezelfde characters. Volgens mij een groot gedeelte van dezelfde voicecast. Um, dus ja, ik ben, ik, ben, ik ben hier belachen. Het is grappig, man. Dat, uh, um, ik had het hetzelfde dus met, met, met die strips. Dat. Ja, we hebben natuurlijk een, een, een podcast over uh, nerdcultuur. En. Maar dat ik dus nu steeds meer weer psyched begin te worden voor cartoons. Ik had meer vroeger, weet ik wel, twee jaar terug of een jaar terug, zelfs nog iets van ja. Het is cool, weet je. Af en toe maar even een cartoon kijken, gewoon omdat het ook een beetje in de nerd-realm is. Maar nu word ik juist steeds vaker weer echt excited voor. Ik denk van ja, maar fuck al die fucking Hollywood film bullshit Ik wil gewoon inderdaad dit soort nerdy fucking. Alsnog, het komt natuurlijk van Marvel, dus het zal alsnog wel mainstreamen, wat dan ook zijn. Ja, natuurlijk is het mainstream. Maar. Maar, maar dat, dat geeft ook niet. Ik bedoel, uh, we, we hebben de, de, high, de uh, high days van, uh, van de MCU, waren ook super mainstream. Dat betekent niet dat het niet goed kan zijn. Um, maar in, in dit geval, wat je gewoon hebt. Uh, we, er komen gewoon zoveel. Adult cartoons en adult bedoel ik yeah. van Hentai mee uiteraard. Maar, uh, en die doen het allemaal doen ze het fantastisch. Weet je wel. We hebben die Castlevania series natuurlijk gehad. Nou, uh, Invincible, die, die is op dit moment uh, te zien op Amazon Prime. En, en ja, die, ze scoren gewoon allemaal heel, heel goed. En uh, je kan daar gewoon lauwere shit doen. Je kan daar uh, tegen lagere budgetten uh, toch makkelijker voor elkaar krijgen. Het idee wat je in je hoofd hebt om dat op scherm te toveren. Dat is gewoon bij live-action een stuk lastiger. Um, en voor mijn gevoel is er ook veel minder bemoeienis bij de deze wat kleinschaligere uh, projecten, waardoor je ja, uiteindelijk toch meer uh, direct vanuit uh, de visie vanuit de schrijver of de regisseur uh, iets meekrijgt, in plaats van duizend belanghebbende partijen die allemaal uh, iets ervan in terug willen zien of juist iets niet willen hebben. Ja, dan denk ik denk ook precies wat je zegt. Dat, dat minder bemoeien. Het lijkt alsof er minder bemoeienis bij is. Want het voelt eigener. Het voelt inderdaad meer alsof de creators hun eigen dingetje wat meer mogen doen. En aan de andere kant heb ik zoiets. Van, maar waarom dan? Want het is wel net zo'n grote gok. Omdat het ietsje minder mainstream is. En dus ook wel dan. Ja, als het niet scoort, dan scoort het niet. En dan, dan heb je alsnog gewoon uh, veel kosten aan je broek. Dus ik vind het heel grappig dat dit soort dingen dan wel. Uh, uh, inderdaad wat, wat, wat meer uh, door mogen gaan. zonder dat er spreadsheet-penlikkers bij. Uh, te pas komen. In ieder geval zo voelt dat inderdaad, ja. Dus... Ja, nou, Ik, nou, ze uh... geloven er ook wel in. Want uh, uh, What If is alweer verlengd voor seizoen 3. Dus ja. <laughs> dat, dat zit er al aan te komen. Maar die kondigen ze ook vaak wel verder van tevoren aan. Omdat uh, die, die, die animatiestaf. Soms duurt het uh, langer dan uh, live action stuff om te maken. Um, nog heel even over Friendly Neighborhood: Spider-Man. Even naamverandering gehad. Dus het speelt zich af voor het uh, 2016 uh, Captain America Civil War. En uh, het verschil is hier dat het verhaal uh, niet zozeer draait om Tony Stark. Die natuurlijk de mentor is van uh, Tom Holland. Spider-Man in de MCU, uh, want dat is nog voor die tijd in dit geval. Uh, lieert hij zich nog heel erg aan Norman Osborne, die uh, een belangrijk uh, karakter is in zijn leven? Uh, we hebben ook vaak genoeg comics gehad waarbij uh, Norman Osborne de mentor is van, uh, van Spider-Man, maar tevens ook de vijand. Natuurlijk, in de Green Goblin bijvoorbeeld. Ja. Uh, we gaan heel erg uh, zien hoe uh, welke kant het op gaat. Maar uh, ben je Ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat uh, ja. ja, ik ben er zeker psych voor. Ja. Of het goed gaat worden? Ik heb werkelijk geen idee. Ik ben cyber voor ja. uh, de, de Eyes of Wakanda. Want ik heb dus het idee. Want wij schreeuwen natuurlijk al heel lang om een. Uh, Dormelage uh, uh, project vanuit, uh, ja. vanuit de MCU. Ik denk dat dat dit kan. slash gaat worden. Uh, dus daar ben dat ik. Wat zou de Ice of Wakanda zijn? ja zij de spies denk ik gewoon dus de, de eyes of Wakanda weet je dus dat ze weet ik veel je ziet natuurlijk ook sommige doorrelaties waar zat hij nou in Oh, in uh, Captain Black Falcon en de EMO Soldier dus uh, oh, ja. um, dat dat je, dat ze inderdaad gewoon de de, de spy agency van, uh, van Wakanda dat, 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 dat wil ik dat wil ik zien wat nou, we gaan echt een soort van, de, hoe, hoe meer niche de, de, de MCU-producten worden, hoe meer psyched wij daarvoor zijn. We hebben eigenlijk een soort van, dat het lijkt alsof gewoon al die een soort van, ah, dat, we, we moeten inderdaad ook die, die oude boze nerds die zeggen dat we de, de MCU te veel mainstream aan het verkrachten zijn, die moeten we ook nog wel, uh, um, ja, hoe noemen dat, uh, de, 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 geven we dat, een beetje geven wat ze willen. Nou, dan krijgen we maar fucking uh, hele niche-series, prima, La, geef maar lekker X-Men 97 en, uh, en uh, The Eyes of Wakanda en voor jouw hey man, uh, friendly neighborhoods. Ik ben, neighborhood ik ben down voor alles. Ik ben echt down voor alles, yeah. als het maar gewoon goede verhalen zijn. Weet je, yeah. goede verhalen met toffe characters. Dat yeah. is het enige wat ik wil horen. En um, we hadden net al heel, heel even over Eyes of Wakanda, iets wat daar enigszins misschien tegenaan schuurt, en dit gaat niet over uh, animatie trouwens, dit is live action. Dat is de Ironheart-series. Um, Want die zou dus ook Volgens mij eigenlijk al dit jaar uitkomen. We, we, we weten denk ik allemaal nog wel goed die PowerPoint presentatie van Kevin Feige over Phase 4, 5 en 6. Um, daar is uh, uiteindelijk uh, vrij weinig van terechtgekomen. Maar, nou, daar zijn heel veel, uh, heel veel uh, redenen voor. En uh, ook deze film, of uh, deze serie zou uh, inmiddels volgens mij al op uh, Disney Plus hadden uh, moeten staan. Uh, dat gaat niet meer gebeuren. De enige film, MCU-film voor 2024, is bijvoorbeeld ook uh, Deadpool 3. De rest is allemaal uh, uitgesteld. En. Um, een van de redenen waarom in dit geval uh, Ironheart was uitgesteld, zeiden dus ze in eerste instantie: Nou, dat heeft te maken met uh, de, de stakingen van de schrijvers en uh, van de, de acteurs. Nou, volgens mij was het gewoon een, een hele goede smoes. Want uh, uiteraard, iedereen weet het, die stakingen zijn voorbij, je kan weer verder gaan. Maar uh, er komt niet naar buiten dat uh, Marvel en slash Disney eigenlijk uh, totaal niet tevreden is over de kwaliteit van Ironheart en dat ze deze serie uh, compleet opnieuw uh, gaan uh, reworken. Ja. En uh, ja, dat, dat is niet de eerste keer. Dat hebben we al eerder gezien met, uh, met een Daredevil. Uh, gaan ze dat nu bijvoorbeeld uh, volledig doen? Echo uh, heeft grote veranderingen uh, meegemaakt, maar daar komen we zo nog wel heel even op terug. Blade toe. natuurlijk. Uh, Blade. H Compleet dat, andere euh, insteek gekozen nu. Gehoord vorige week was hier in deze podcast, waar jij dan toevallig niet bij zat, was dus dat Marsha Ali. Die is zeer veel meer te spreken over de direction die Blade nu heeft. dan de. Hè, toen doet dit die van nee, maar dit script is wack. Ik ben dus, Be en toen waren we zoiets van, nou, ja, we zijn benieuwd of, Be of oh. hij dat. wat? Je weet dat jij ja, een genoeg is. Je maakt wel een beetje dat je dit erin hebt ingezet. Ja. Nee, ver. Ja, weet, weet je, je weet wat je erin hebt. gedaan. Maar in ieder geval, dat, uh, dat, is, uh, dat was vet. Uh, en, en nu, inderdaad, uh, uh, ik wist het inderdaad niet. Kijk, Bob Eiker heeft laatst al gezegd. Ik ben benieuwd of dat ook Kevin Feige dat ook een beetje nu uh, uh, beaamt. Uh, ja. Dat ze uh, niet tevreden zijn met wat de programma's doen en wat de films doen. Nee. En dus ook daar wel uh, hun eigen kwaliteit uh, de schuld van geven. Nou, dat, dat vind ik uh, lijp. Ik ben benieuwd of dat een. Uh, statement is dat daadwerkelijk ook uh, uh, of ze dat menen als het ware en of dat iets is dat ze uh, dat hey, down the line dat het zal een paar jaar duren voordat je dat echt uh, merkbare krijgt um, of dat ja of dit betekent dat ze een uh, een kleine shift van, van direction hebben genomen um, maar ik, ik had trouwens een gesprek erover met Steve uh, vorige week Die zegt van nee man dat is gewoon fucking PR gelul uh, dat zou natuurlijk ook heel goed, uh, goed kunnen. Maar ik hoop eigenlijk dat al dat uh, soort ja, de St juiste Steven's betekenen. hart is echt gebroken. Hè? Ja. <laughs> ik bedoel, uh, de, de, gewoon een paar jaar Disney. En de, kijk, we, wij hebben er iets, mee, iets beter mee om kunnen gaan. Uh, Steven's hart is echt, echt, echt gebroken. En uh, ja, die, 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 ja dat, weet je, vertrouwen komt te voeten en gaat te paard. Dat is een beetje hoe het uh, met hem is gegaan in Disney en Star Wars en Marvel. Uh, wij hebben iets langer volgehouden. Maar ja, we zien het zelf ook wel in de community en dergelijke dat het, dat het minder leeft. Maar we kunnen ook zien, Disney grijpt nu wel hard in. Uh, ik bedoel, uh, alle, alle Marvel films dus van 2024 komen niet meer, behalve Deadpool 3. Ja. Uh, Wat eigenlijk system... geen Marvel Marvel film is, maar een Sony of uh, Fox uh, productie. Uh, Toch? Nee, het is Fox IP, maar het, het is 100% een Disney-productie. Uh, een ah, okay. Marvel Studios-productie. Um, en zo en, en, so, so hebben ze meer dingen dus gewoon uitgesteld. Ze gaan er nu echt hard tegenin. Nou, Iron Hard wordt dus ook weer gereworked. Um, maar het, datzelfde zien we bijvoorbeeld, om het heel even dan breder op Disney te trekken, en om te vragen: van, heb je daar echt wel meer vertrouwen in, ja of nee? Ik denk het wel, uiteindelijk aan het eind van de dag het gaat om geld. Ja. De, 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 deze koers die ze hebben gevaren de afgelopen uh, jaren. Um, dat heeft gewoon heel veel verdeeldheid opgeleverd in, uh, in, in de community. Je ziet het ook in onze community. Uh, de ene is heel erg voor uh, de, 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 de Disney ideologie, en blablabla. Bla, bla. De andere vinden het juist heel erg vervelend. Uh, het heeft een soort voor tweespald uh, ervoor gezorgd. Uh, en waar je dat nu bijvoorbeeld ook terugziet, die Rachel Zegler. Die, um, die uh, de, de Sneeuwwitje gaat spelen. Sneeuwwitje krijgt natuurlijk ook een, uh, een verfilming, een, een live-action uh, remake. En um, die zou volgens mij dit jaar nog moeten verschijnen, of in ieder geval had die volgend jaar moeten verschijnen. Uh, die hebben ze ook een jaar uitgesteld. Ja. En weet je nog dat dat was omdat uh, Rachel Zegler. Uh, ...alleen maar zich negatief uitliet liet... Op, uh, ...in interviews, op social media... ...over Sneeuw Widget is gedateerd... ...het is niet meer van deze tijd... ...onze prinses droomt niet over liefde... Uh, de, ...de prins die haar wakker gaat zoenen... ...gaat haar niet wakker zoenen... ...hij is gewoon een beetje een enge stalker... ...en dat, dat soort dingen, weet je wel. Blijf andere film, maar toch? Dan noem je het toch ja, geen ja. weet je, ...dan maak je toch gewoon een andere film... ...met een nieuwe fucking uh, prinses... Ja, en ze hadden het erover. Ja, die shit is uit 1937. Het is gewoon gedateerd. Wij maken gewoon een moderne versie. Weet je ja. wel? En, uh, nou, dat bleek dus niet zo. Kent. Precies, <laughs> gekend. Nou, het is niet Kent. Het is, uh, het is nu vol jaar uitgesteld. Uh, het gaat pas 2025 uitkomen. Maar weet je nog dat ze die, al die. Um, al, al die dwergen bijvoorbeeld die erin zaten. Ja. Dat was uh, super divers en inclusief. Uh, was dat, weet je wat we hadden donker, uh, dwerg, wat een transgender dwerg, we hadden, we hadden, we hadden uh, Filipijnse dwerg, weet ik veel. Ja. Van alles erop en eraan. Man, vrouw. De, en alles wat daar tussenin zit en daar buiten ligt. Nou, en het noem het Steve op. die zei, die liet mij een meme zien vorige week, omdat hij inderdaad, hij was even aan het ranten over inderdaad wat Bob Iger had gezegd en eigenlijk ook Elon Musk die daar dan weer op reageerde van, weet je, go ja. fuck yourself. Uh, hello, I'm talking to you, Bob. Weet je die shit over ja. Hi, adverteren? Bob. Hi Bob. <laughs> um, en um, toen, toen, liet hij inderdaad hij dus een hele rant over en hij was natuurlijk al een beetje beschonken. Dus uh, ja, hij was inderdaad soort precies? Oh, dan wat je is zegt, hij op zijn best hoor. Op zijn ziel getrapt, inderdaad. En, en hij zei: van, Heb je die meme gezien van, uh, van Sneeuwwitje? En toen een soort van nee. En toen, zei, toen liet hij het zien. En dat was inderdaad een, 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 een meme van uh, een, een not so Snow White. En de Seven Inclusivity uh, cast. Uh, weet je dat? Uh, in plaats van uh, Zeven Dwergen. Dus dat, ja, want uh, dat, dat, dat was dus ook nog een ding. Uh, natuurlijk, Rachel Zegler uh, is ge-race swapped als, als Sneeuwwitje. Ik denk niet eens dat dat het issue is. Ik denk, uh, tuurlijk, er zijn mensen die daar uh, boos over worden. En voor whatever reason, traditie, of, of dat ze gewoon <laughs> niet tegen kunnen als de shit geweest wordt. Ja, aan de andere kant, het, 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 volgens mij heet het karakter zo wit als sneeuw. En ik moet wel zeggen, ja, ja, ik ja, vind het ook niet ik, heel ik, erg gekleurd. Maar ik snap dat nee, 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 het ergens ik heel vreemd niet. is, natuurlijk. Nou, ik, ik denk dat dat niet het probleem is. Want weet je, weet je waar dat over was bij Haley Berry van uh, De Kleine Zemerman? Ja. En Hele Berry, uh, nou, dat, dat is natuurlijk een donkere actrice, die ging de Zemermin spelen. En daar was op het begin ook veel ophef over. Um, maar zij heeft daar niet op gereageerd. Zij nee. heeft niet uh, de, de, die oude kleine Zemermin afgekraakt. Zij heeft het vrijwel genegeerd, zeg maar, alle, alle opmerkingen over, over dat ze geracewrapped is en dergelijke. En weet je, ja, dat, dat was heel even dingetje. En al ver voordat de film uitkwam, was dat redelijk uitgestorven. En bij, uh, bij Sneeuwwitje bleef dat toch wel een heel groot probleem worden. Omdat ze gewoon een grote bek had. Uh, de hele tijd zat te schijten op de originele bronmateriaal natuurlijk. Waar iedereen heel veel liefde voor heeft. En nu had ze afgelopen week een interview met haar gedaan. En uh, they really changed their fucking tune. Want die, die, die film is dus een jaar uitgesteld. De, de, de diverse uh, dwergen, die zijn er niet meer. Die zijn geschrapt uit de film. Uh, dat worden gewoon... CGI-dwergen, die uh, lijken op, uh, op het sprookje. De scènes met de, de prins, die worden allemaal volledig aangepast. En in het nieuwe interview heeft ineens Rachel Segler erover. Ja, nee, die film van 85 jaar geleden, het is fantastisch, het is tijdloos. En dan proberen we zoveel mogelijk te, te eren. Ja, insane. Dus die heeft echt. Echt op de vingers getikt gekregen van Bob Iger. Dat, dat ja, kan niet of, of niet. Ja, op de vingers getikt. Want ik kan me ook goed voorstellen dat voor Bob Eiger uh, terug was... Dat, gewoon, hè, dat was ook wel de message die Disney wilde, wilde spres, spreaden. De die -ideolo -ideolo ideologie. Uh, dus dat ze daar ook toen hebben gezegd van, Nee, dit mag je zeggen. Want dan gaan we namelijk onszelf weet je, een beetje uh, in een ander licht plaatsen. Dat we, dat we, dat we inderdaad ook uh, met een bepaalde andere blik naar onze oud bronmateriaal kijken. En daar iets heel veel nieuw en vernieuwing en, en ja, inclusiviteit deze, en bij de Lil Mermaid niet. Nee, Ik omdat denk dat het Rachel Schegler nog... gewoon was. Kan ook. Ja, nou ja, anyways. Uh, uh, die, uh, het, het, het lijkt alsof ze een klein beetje. Uh, uh, en het hoeft echt niet uh, weer een full te, uh, one, 180 te zijn. Maar dat ze een klein beetje koersverandering doen naar uh, oké, okay, misschien moeten we inderdaad uh, vooraanstaand in ieder geval gewoon toffe films gaan maken en series. En dat is precies daar... wat hij heeft gezegd. Ja. Nou ja, we zijn letterlijk ik... van we gotta entertain first, ja. messaging uh, als, als het als het voor toepassing is, zeker Precies. Niet, dan gaan we dat ook niet forceren. Nee. En ik denk dat dat heel logisch is, maar kennelijk was dat de afgelopen jaren niet zo heel nou, logisch. De pendulum toch, uh, dat, dat, daar hebben we het vaak over. En die zeker. heeft inderdaad op een gegeven moment heel erg ver naar het geforceerde uh, en, en dat het zijn doelbaan voorbij schiet uh, uh, ding. En, en nu is het misschien ook is de wereld er wat meer aan gewend en hebben we die, die hele harsje staf gehad en nu zwingt die weer terug en komen we zometeen misschien uh, daadwerkelijk in vaarwater waarin het gewoon uh, 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 ja, vanzelfsprekend is dat er Diverse gecast wordt zonder dat het heel erg een, dit moet en, en, en dat, het, dat het vervelend en opgedoekt is. Diverse castings waren er altijd al. Ja, <laughs> can, maar misschien can, can uh, can uh, over het algemeen you? minder diverse dan, uh, dan de wereld uh, er nu zou willen zien. En, en dat snap ik heel erg. Alleen het moet inderdaad gewoon niet het fucking doel zijn. Dat uh, hebben we het al vaker over gehad. Nee, tof verhalen vooral. Maar uh, dan heb ik ook positief nieuws. Want de eerste reviews van Echo zijn binnen. Voor de mensen die niet uh, weten wat Echo is: Echo is de spin-off uh, serie. Ja, is het een spin-off? Het is in ieder geval yeah. weer een Marvel uh, TV-serie. Het, uh, het heeft natuurlijk uh, hevige ties met Daredevil. Het heeft hevige ties met Hawkeye. Uh, okay. um, uh, Hawkeye, inderdaad, die serie. Daar uh, kwam natuurlijk de uh, Kingpin in terug. Daarin uh, werden we ook geïntroduceerd aan Echo. Uh, Echo, wel echt een tof character. Een, een, een nee. doof meisje, uh, wiens vader is vermoord. In en, 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 en een van de comics die ik in ieder geval heb gelezen, kwam dat juist door de Kingpin. En uh, nou, dat was ook een beetje natuurlijk wat naar buiten kwam in de Hawkeye-serie. Ja. Uh, deze, deze serie kende heel veel problemen. Uh, deze is ook, uh, volgens mij zijn er zelfs episodes geschrapt. Uh, volgens mij is de hele serie opnieuw op de schop gegaan, omdat uh, de, de eerste verhalen die, die we hoorden, was dat het vooral erg boring was. En um, ja, nu lijkt ze toch wel het op de ritten te hebben gekregen, want nou, heavy reshoots, uh, veel reworks, en uh, nu zijn de eerste reviews binnen. En uh, ik lees gewoon heel even een paar op. I enjoyed the first two episodes of Echo, which had an incredible and violent fight scene. I want to watch again and again. The sound design is fire. The brilliant Alekwa F uh, Cox continually draws me in, but I found the storytelling and pacing shaky dat is toch wel uh, jammer om te horen veel van de reviews gaan ook echt over de hele vette vechtscènes en uh, de violence mm -hmm. uh, de volgende zegt if the world ending uh... The world ending stakes of the MCU have you longing for something more grounded. Echo is the gritty tonic. Two episodes seen. It's a hard hitting action thriller with a great sense of Native American culture. Can't wait to see the final three when they drop in January. This comes namelijk in January. Here's anyone who three episodes has seen. I've seen three episodes of Echo. A grounded, character driven story with hints of a bigger things to come. The focus on Maya's indigenous heritage and personal history intrigues me. And while some quiet moments slow down the pacing, when the Scenes come they are indeed brutal. Ja, yeah. nou, ik weet het niet. Het gaat uh, over de heritage. Jij bent nog niet enthousiast, nee, helemaal niet. Weet je, dit is toch hetzelfde. Dit is dit, de Oké, ja, de de hire laten we die ook een hele eigen uh, 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 serie geven. Dat is hetzelfde als toen. Uh, hoe weet hij in 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 Kylo Ren dat uh, die ene Sith uh, uh, Hunter uh, of de uh, Jedi Hunter Sith. Hoe heet het ook alweer? Ik weet niet hoe dat uh, in het uh, ding is. Nee, maar... ren. Ja, ik weet niet of The Knights of Ren maar één van... Nee, niet. Maar gewoon in, in Obi-Wan, in die serie, zit uh, ook die... Oh, die, Inquisitor. de Inquisitor. Ja, een van de Inquisitors, inderdaad. Die, die dan de eigen serie krijgt. Ik denk van... Maar er zijn zoveel characters in, in die hele uh, franchise en in het in hele universum die wellicht, eventueel als je er heel goed over nadenkt, een vette uh, serie zouden kunnen krijgen. Maar is dit er één van? Ah, nou, en dat, ik heb precies hetzelfde hierbij. Dit voelt... Nou, nog... weet je wat het probleem is? Nou. Het, het zou echt wel prima kunnen. Behalve dat die kerktes niet goed worden neergezet. Ik bedoel, we zien ze één keer en uh, ze, ze hebben hele magere character arcs. En dat... dan moeten we ineens uh, blij worden van de spin-off. Dat... <laughs> nou, ik denk dat, dat uh, uh, dove mensen en dat mensen met een Native American background hier uh, uh, al een stuk meer uh, psyched voor zijn. Omdat het iets is waar ze mee kunnen relateren. Maar voor de general populace denk ik, oké, okay, maar de, de, hè, dat die dan denken, deze, de, deze character? Oké, okay. ja, ik had liever vijftien andere characters eerder een, een eigen serie willen zien krijgen. En ja, dat heb ik, heb ik nog steeds hier heel erg mee uh, ik vond het zelfs ergens bloedirritant en uh, weird en niet passend in. Uh, tenzij je een, een film maakt over een doof iemand. Dat het werkelijk het punt is dat het een doof iemand En daar op een soort van artsie manier mee omgaat. Maar een serie of een mainstream serie maken met, een, met iemand die niet praat op tv. Wat een medium is waar je op je mensen ziet praten vaak. Ik snap daar. Ik, dat vind ik een concept dat gewoon niet, niet, uh, niet te rijmen is met elkaar, toch? Dat is idioot, toch? Ja, dat, dat, dat heeft de uitdaging dan in ieder geval. Uh, we, we gaan het zien 10 januari of jullie willen of niet. Dat, uh, het zit eraan te komen. Dus. <laughs> of jullie nou willen of niet. Ja, nee, ik, ik geloof hier niet eens wat van. Een soort van. Uh, de, natuurlijk, ik kan nu ook namelijk, denk ik, op. op uh, ik weet niet wie, wie dit geschreven heeft uit uh, Rant. Ik kan uh, uh, anti screenrant of, 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 of uh, Screen Grant. Uh, kan ik nu gewoon, uh, uh, weet ik veel, kan ik iets anders doen? Ga ik namelijk de negatieve reviews opzoeken op, 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 op en dan schrijven. Oh, de, 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 de echo-response die valt tegen. Kijk maar naar deze nou, 16 ik, mensen. Ik, nou, ik, ik wou al zeggen: van, uh, Disney weet altijd wel heel goed wie ze uitkiezen voor die screeners, hoor. Dus, ja, ja <laughs> dat, ver. Dat, dat, dat is ook gewoon een onderdeel van marketing. Dus over het algemeen zijn de mensen die de eerste toegang hebben, zijn over het algemeen. Disney Shills. Of, uh, of ja. in ieder geval mensen die. Of niet, mensen die dat uh, hebben met uh, de Native American background van, van, de, van, de, van de character. Of uh, wel al een keer inderdaad hebben gezegd. Dat zij een van de 0,4% waren van de mensen die alle Marvel-stuff hebben gezien. dat die daadwerkelijk zeiden: Oh, van haar wil ik best een serie. Uh, want ja, ik denk dat er wat ik zeg: dat, dat, dat menig uh, kijker van, van, van alles. Um, tig kar karakters kan opnoemen. Die, waarvan ze liever een, uh, een, een, een serie zouden zien dan, uh, dan van Echo. Uh, ja, 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 ik snap het. Ik bedoel, ik vind Echo echt een vet karakter. Ik heb het echt in, in een aantal boeken, comics, gewoon tof shit meegemaakt. Maar was altijd de side-character. Ja. Dus ja. Nou ja, dat. Het uh, is moeilijk om enthousiast over te worden. Dan, uh, je noemde net al Kylo Ren. En uh, dat was eigenlijk het perfecte moment. Nee, jij noemde Kylo Ren. Nee, ik noemde, nee. ik had het over Inquisitors, die hun eigen serie ja, krijgen maar je net ik. Ja, zei Kylo komen. Ren. Oh, oh ik zei inderdaad. dat. Oh, oké. Okay. Dat is dan ja. inderdaad een uh, brain fart geweest. Daarom was ik een beetje in de war. Maar Kylo Ren... Uh, natuurlijk de, de sequel trilogy... Gigantische uh, uh, fucking uh, auto-crash uh, geworden. Maar uh, meer en meer uh, laten de, de, de acteurs van deze trilogie... Uh, van deze trilogie moet ik zeggen. Laten zich meer van zich horen. We weten natuurlijk, er komt een nieuwe Star Wars film aan met Daisy Ridley. Uh, we weten dat John Ballega um, uh, inmiddels ook weer een beetje is bijgedraaid. En is Precies. Gecalmeerd is. Die, of dus uh, gepersuadeerd is door een heel veel centjes. Uh, ja. en, en door zijn management. Van hé, hey, maar als je nou eventjes ietsje meer inbindt. Dan kunnen we misschien nog wel een film draaien voor een paar miljoen maanden. Ik denk 100% dat dat het geval is. Ik, ik bedoel, we, we krijgen natuurlijk deze Ridley terug. Maar deze Ridley was nooit echt in opspraak. Um, hij natuurlijk wel. En ik denk dat de, het feit dat hij in één keer uh, er anders over praat en zegt: Oh ja, nee, ik zou misschien wel voor openstaan om terug te keren. Ja, hij gaat, terug, hij gaat terugkeren. Gewoon in die film met Daisy Ridley. En uh, waarschijnlijk gaan we gewoon eindelijk uh, Finn zien die als Jedi uh, op, uh, ja, opgeleid gaat worden of iets dergelijks. Uh, want dat was natuurlijk het hele ding van de, van de, van de nieuwe trilogie. Op het einde hij wilde het wat tegen Ray zeggen en op het einde iedereen denkt I love you. Nee, yeah. I, I have force powers. Daar, yeah? daar ging het eigenlijk over. Denk je dat? Ja. Dat heeft JJ Abrams gezegd. Dus uh, nou, hij, yeah. heeft, uh, hij is verantwoordelijk voor deze hele fucking trainwreck. Dus, <laughs> en over een van de fucking uh, veranderingen die hij heeft doorgevoerd uh, was het feit dat um, dat Adam Drivers Kylo Ren nooit een redemption story zou krijgen. Nee. Dat was nooit de fucking bedoeling. Maar uh, door de hele insteek van de productie uh, is ook weer hier last minute een verandering uh, in, uh, in aangebracht. Maar ook echt en, alleen in de uh, laatste film, toch? Want in principe is het natuurlijk in, in The Last Jedi doet hij wel een heroic thing, maar voor zijn eigen uh, uh, gewis. Dus, ja, daar had uh, je zeker op wel voort kunnen borduren. Uh, om heel eerlijk te zijn. Ja, dus, maar dit is dan toch aan J. J. Abrams die dit uh, vernachgeld heeft. Uh, dat, dat zeker. DJ Abrams die dat uh, vannacht het yeah. uh, heeft. Want uh, Adam Driver laat het volgende uh, weten over, uh, over deze verandering. Dus hij, hij zegt in ieder geval van: dit uh, was nooit de bedoeling. Dit is letterlijk bij The Rise of Skywalker is dat uh, gewoon ineens uh, uit de reet van JJ Abrams getrokken. <laughs> um, maar hij zegt er het volgende over: I had an overall arc in mind uh, that he wanted to do, which then changed. En dit vond ik best wel vet idee eigenlijk. His idea. Was almost the opposite uh, journey of Vader. Where Vader starts the most confident, the most evil and the most committed to the dark side. And by the last movie, is conflicted, vulnerable and weak and is uh, klaar and, and for a redemption. redemption. Yeah. Where this character, Kylo Renders, was the most confused and vulnerable. Op the conflicted. We see that, natuurlijk ook in the scene with met, uh, met, uh, Han Sorrow, die ik niet een scene vind, maar uh, anderen wel. And by the end of the three movies, would be the most committed to the dark side. Ja. Was veel vetter geweest. Dat was super cool ja, is, ja. geweest, inderdaad. Dat, 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 had ook, dat had impact gehad. Dat had het niet zo'n Disney sprookje bullshit viel gemaakt. Dat had niet 15 verschillende einden uh, frutseltjes achter elkaar opgeleverd. Nee, dat was fucking cool geweest, inderdaad. En ook met The Last Jedi. Weet je? Uh, The Last Jedi, ik, ik ben er niet heel erg over te spreken, maar weet je, in de eerste film kilt hij dan Han Solo zijn vader. Dat is een stap verder naar de dark side. Weet je, de tweede film Les Jaren. Ik vind het super kut dat het gebeurde. Uh, maar hij legt natuurlijk Snoke om. En dat zijn misschien iedere keer een stap. Verder in het graf van de yeah. dark side, waar je dan niet meer uitkomt. En daar had je iets heel interessants mee kunnen doen. Maar oké, okay, yeah. fuck it. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben er een love story van gemaakt. En dat was inderdaad dus. En dat is wel, wel sick. Want dat was, als dit zijn eerste arc was, nou, dan heeft Ryan Johnson heeft dat niet opgefokt. Want dat, dat was nog best gelovig, geloofwaardig in die lijn. Dus heeft Disney en JJ Abrams het opgefokt in de laatste film. Ja, en, en, en dat is ook een beetje die shit. Uh, ja, ik ben, uh, dat is een George Lucas uitspraak, maar ik, ik vind het wel op zijn plaats bij Star Wars. Gewoon van, weet je, het like poetry. It rhymes. Nou, een, een inverse Vader fucking character arc, dat, dat was perfect geweest. Binnen yep. familie, it yep. rhymes. En ja, oké, nou, helaas, helaas, helaas. Uh, maar Adam Driver doet yeah. dus ook voor het eerst een boekje open over de uh, over Star Wars sequel Trilogy. Ik denk dat ze hem op kunnen houden. Ja, maar ik denk, dat, ik denk dat Adam Driver niet meer terug gaat komen, om heel eerlijk te zijn. En ja, dat, dat is ook fijn, natuurlijk. Die hoeft ook misschien niet meer, want die is inmiddels ook al zo prime dat hij die, dat die heel veel andere dingen kan doen. En er is natuurlijk weinig zo mainstream prime als, uh, uh, als een Star Wars-film. Uh, ja, nou, en hij, ik hij denk, dat denk dat ik, hij vooral uh, de. Ja, kijk, hij is een, hij is een hele serieuze acteur. Ja. Ik denk dat hij vooral gewoon uh, de, 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 de makken heeft meegemaakt van werken aan een grote IP waar iedereen wat over te zeggen heeft. Ja. En dat, uh, ook al ga jij dat project in, heb je akkoord gegeven op iets dat ze toch gewoon ieder moment kunnen veranderen. Ja. Zullen we nog een rondje kort nieuws doen? Ja, uh, want hier. Uh, dit, dit kan ook heel kort. Uh, Barry Keegan. Die teaser Return als uh, The Joker in uh, The Batman uh, Part 2. En hij zegt er ook daarbij: My smile says it all. Uh, wat het vooral voor mij zegt, is dat hij dus wel de Joker speelde. Uh, daar was er heel lange tijd uh, waren daar verschillende uh, theorieën over. Dat het niet de Joker zou zijn, maar een ander karakter. Uh, eentje die uh, helemaal vol met verband in zijn gezicht zat en dergelijke. Nee, in dit geval niet. Hij speelt wel de Joker. Hij speelt de Joker uh, die niet in, in een vat met, met chemische shit is gevallen of iets dergelijks. Hij heeft, uh, hij heeft een ziekte waarbij hij. Altijd een permanente glimlach op zijn gezicht heeft. Mm. Het is gewoon een... Ja, het is gewoon een disease. Hoe die fucking aan al die... Uh, al, al die littekens komt, dat is allemaal nog niet duidelijk. Maar dat die uh, loopy is, dat, uh, dat geloof ik op zich ook wel. Ik denk heel eerlijk gezegd dat hij niet gaat terugkeren. En uh, hij weet dat ook niet. Hij zegt hier bijvoorbeeld... I can't really say anything about that man, man. But um, it would be exciting, wouldn't it? To see the Joker come to life again. Maar my, my smile says it all. You know what I mean? Maar... Um, er was best wel veel negativiteit over, over die scène in de Batman. Uh, over Barry zijn uh, uh, casting als de Joker. En ik denk dat die niet gaat worden. We hebben natuurlijk al Sandman gehoord. We hebben uh, Scarecrow we hebben bepaalde dingen over gehoord. En ik denk dat ze dit gewoon heel even in de kan stoppen. Want we krijgen natuurlijk Joaquin Phoenix, de Joker, al. Yeah. En het is heel moeilijk om. Illuste rijtje aan jokers op te volgen, uh, waar eigenlijk vooral alleen, um, hoe heet onze grote vriend van 30 Seconds From Mars? Of ja, jezus, de Morbius Jared Lee? Jared Lido, uh, ja, ik, ik vond zijn insteek voor zijn Joker echt heel vet. Ik vond het een van de coolste, ja, lekker extreem ja. lekker over de top. Uh, uh, na een, een Heath Ledger was dat echt de perfect thing to do. Um, aan de andere kant, ik vond het ja, totaal ook een in... breek van wat uh, wat Heath Ledger deed. Weet ja, je, wel? en dat is vet, niet proberen dat te emuleren, uh, maar vooral ook heel erg hedendaags maken. Ja, dat, dat vond ik inderdaad heel, heel gen z inderdaad. Ook al is die guy ook alweer 55 of iets dergelijks, maar. Um, ik vond het heel erg cheap, uh, de onnodig ding om er nog eventjes een scène met de Joker in te stoppen. Het was echt zo niet nodig in de Batman. Een van de weinige dingen die ik, die ik gewoon zonde vond aan de film. Had dat, weet ik wel, inderdaad over een paar jaar gedaan of zo. Ik ben helemaal met je eens. Ik, vond hem ook, uh, ik vind hem ook veel minder cool dan Paul Dano. En die moet je dan ook nog eens gaan opvolgen als, uh, als villain. Hey, maar show. daarover gesproken, hè? Waar, waar is Gotham PD ja. en waar is de, de Penguin? Uh, de Penguin die is nog steeds in productie. Die, die heeft volgens mij heel even stilgelegen natuurlijk door, de, door de stakingen. En Gotham PD die was volgens mij gecanceld. Dacht ik. Hmm, oké. Okay. Ja, dat ja, is sorry. jammer dan. Maar dan uh, nee, volgens mij is Gotham dat... PD, hebben ze die veranderd in de, in de Arkham-serie. Ah, zoiets was het, het inderdaad. Ja. Maar het is gek dat we daar hebben het een tijd ja. geleden heel vaak over gehad. Uh, met toen, toen de Batman uh, uit was gekomen. Maar nu uh, is er heel weinig, uh, uh, wordt, er over, uh, yeah, wordt er over gesproken. Ja, wij gaan een trailer kijken Jelle. Sek. Kung voor Panda 4. Lijp. Engels of Nederlands. Drop de gisteren. Jack Black, de Engels. Ik hoop dat niet de een... the Dragon Warrior anymore? Ja. Heb jij, ben jij een Kung Fu Panda kijker? Ja, ik ben een Kung Fu kijker, dus ik heb inderdaad dit wel gezien. Het uh, is funny af... hoor. Ja. Ja. ja, ja, ja. Ik heb de eerste twee gezien en de, die vond ik funny. Nou, het is meer dat soort van uh, uh, premium, prime. Uh, 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 in dit geval uh, dus, inderdaad, Dreamworks, gewoon, gewoon uh, cartoons of, of, of gewoon, ja, noemde tekenfilms, maar dan nieuw, nieuw school. Um, ja, dat, dat is iets wat je gewoon um, vaak wel kijkt, omdat het zijn nog steeds gewoon grote films. Um, aan de andere kant zijn we nu zo ver in, in, in uh, animatiestuff, hebben we zoveel niches, dat ik deze mainstream shit niet meer hoef te kijken. Dat is een beetje wat ik probeerde te zeggen, dat vroeger was er niet heel veel anders. Nee, nee, eens, eens, maar uh, nee, ik denk, uh, ik, ik wacht gerustig heel even af, uh, maar ik, ik wil hem wel zien. Het ziet er ziet best wel vet uit ook. Het ziet er wel <laughs> vet uit, maar aan de andere kant ook niet heel veel anders dan wat we al drie films kennen, weet je wel. En dan wordt hij weer inderdaad soort no, van, ah, grappig. Pak je, het is je een fucking... eerste film maar eens erbij. Ik denk dat het best wel een groot verschil is hoor, qua kwaliteit. Ja, qua kwaliteit, maar ik bedoel meer van, van oké, okay, hij is een vet panda, oké, okay, leuk, cool. Uh, we hebben hem al een paar keer zien rollen van een berg af, weet je, dat... Moet je daar, hoe vaak kan je daar nog een soort van grapjes op, op, op verzinnen? En we weten ook dat hij knullig kan en alsnog kan vechten. Ik weet het niet. Ik vind het concept wel een beetje. Ik vond het eigenlijk al. Na nou, nou, de tweede, dat ik dacht van ik weet niet of het heel nodig is om hier nog een film van, van te maken. Nou, fucking super aan de hele Ja, nee, wat ik zeg. De, 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 de animatie is ja, de, de, verder tegenwoordig de, dan deze shit. Er zijn in je koffie dan, 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 dan je niek, of niet gedaan. Nee, ik heb gewoon ik heb Blue Eyed Samurai gekeken, dus ik hoef deze bullshit niet meer. Ik hoef deze kindercrap niet meer. Die shit is toch niet te vergelijken, man? Nou ja, wel dus. Dat is als in de. Vroeger was er geen Blue Eyed Samurai, er was natuurlijk de oude uh, of lijpe, lijpe Anime Series. Um, maar in de wat meer uh, westerse, uh, niet hardcore anime staf. Was er toen nog niet zo heel veel en niet zo heel veel bekend dat ons uh, uh, reachde. En nu uh, door de streamers uh, is dat er wel. En dan hoef je dus deze mainstream kinder niet meer te kijken. Nou, ik ga, hem, uh, ik ga hem denk ik wel kijken. En hij liet te scheiden. Nou, als je dat niet grappig vindt, dan weet ik het ook niet meer. Nou ja, dat, dat uh, zullen ik in een blauw verleden of een een of ander wat voor verleden dan ook vast een keer om gelachen hebben. Maar <laughs> jij ik wil, jij, jij die wil die hardcore even snel door de nieuwtjes gaan, hè? Ja. Want uh, we zijn uh, al een tijdje bezig, natuurlijk. Um, dan ga ik heel even kijken. Er ja, valt niet zo heel veel over uh, Stranger Things te zeggen. Maar de Duffer Brothers. Die zijn natuurlijk bezig op dit moment. met seizoen 5 van uh, Stranger Things. Tevens het laatste seizoen. Uh, ja, van het is echt Things. al 15 keer gezegd dat er iets het laatste is. Maar. Uh, dit schijnt echt het laatste te zijn. Uh, het was in eerste instantie ook uh, maar de bedoeling dat ze één seizoen zouden maken. Het eerste seizoen wat ze hebben gemaakt uh, had ook gewoon een, een begin en een eind. Uh, de Upside Down bestond helemaal nog niet. Uh, um, ik, ik weet niet meer hoe die nieuwe bad guy heet. Verkna, maar uh, hoe die in het... Uh, hoe die, hoe die als uh, normaal persoon uh, nog heet in die serie. Maar al die shit hebben ze er allemaal bij bedacht. Dat zat er allemaal nog niet in, in seizoen 1. Dat hebben ze uh, natuurlijk pas erbij bedacht nadat het een succes werd. Nou, het laatste seizoen gaat een grootste Stranger Things ooit worden. Nou, dat, uh, dat kan je natuurlijk wel verwachten van uh, alles en iedereen uh, die zijn, uh, zijn tv-show moet pluggen. Ja. Maar, wat hij nog wel heel even wilde zeggen is, uh, los van dat dit uh, het laatste seizoen is... Uh, we weten al dat de spin-offs aan zitten te komen. Dat is eigenlijk ook al bekend, hoe die precies eruit gaan zien, dat weten we nog niet. Maar wat hij wel wilde zeggen is, uh, dit is het laatste seizoen. Maar dit is ook het laatste seizoen voor Eleven, Dustin, Lucas en Hopper. Hun verhalen, die zitten erop, hun verhaallijn zit erop. Dus zou er iets gaan gebeuren ook met hun, waardoor ze ook echt absoluut niet meer terug kunnen komen... Dat durf ik niet te zeggen. Maar hun verhaallijnen zitten erop na dit seizoen. En ze zullen nooit niet meer terugkeren. En welke, waarom anderen wel? Mike dan of zo wel? Maar, en die is dan niet meer een teenager, maar die is dan gewoon een, een oudere, oud uh, teenager. En die kan een nieuw, nieuwe spin-off krijgen? Of wat, wat bedoelen ze hiermee dan? I guess. Ja, ja we weten dat er spin-offs aan zitten te komen. Nou, we weten in ieder geval welke vier er niet in gaan zitten. Nou nee, ja, verder ja, op die manier. Hopper. Ja, nou nee, okay, dus ja, oké, prima. Ja. Volgens mij is, uh, is dat niet uh, dat jongetje toch? Dat, uh, dat in eerste instantie uh, wordt uh, ontvoerd. Wat? Ik dacht dat het Mike was. Oh, dat is Mike ik, <laughs> inderdaad, misschien. Ja. Dacht ik ook. Uh, ik wilde wel heel even deze The Last Ronin yeah. uh, figurines gaan bekijken. Want Neka, echt een super bruut merk. Uh, daar hebben wij allebei ook inmiddels figurines van, want die hebben we gekregen. Yeah. Uh, die komen nu met de Last Ronin uh, figurines. <laughs> En je kan ze nu pre-orderen op dit moment. Ze zijn $36,99. Uh, ik heb nog niet gekeken hoe duur het is om, uh, om ze te laten verschepen naar Nederland. Zou ik er wel voor over hebben. Ja. Um, je weet alleen, ik heb een heleboel Leonardo's, Jelle. Maar ja. ik vind deze Rafael geen honderd keer fucking cool. Ja, met die echt, wel... al die pijlen in zijn fucking rug. Natuurlijk een scène ook uit, uh, uit The Last Ronin'. Ik ga er wel eentje van deze, uh, van deze drie bestellen. En yeah. het gaat of de linker worden, Leonardo, of het gaat de rechter worden. Ja, ik ben altijd een ref guy natuurlijk. Maar ik moet zeggen, ik vind ook deze Leonardo met die scarf en shit wel echt heel erg fucking cool zeg. Ik vind het gewoon überhaupt jou dat we zijn gewoon natuurlijk groot fan van The Last Ronin. Dat uh, dit, dit is zo'n fucking coole uh, serie. Um, ja, man. En ook de artstijl ervan is, uh, zoals je ziet, uh, goed te translaten in hele vette figurines. Ja, daarom. Deze, deze wil ik hier echt hebben staan. En, uh, ja. ik, ik, ik moet zeggen, ik, uh, ik ben eigenlijk vooral een beetje verbaasd dat Donnie er niet, Donnie er niet bij zit. En niet onze GK Donnie, maar Donatello uiteraard. Ben je bedoeld in ik, jouw ik studio zelf... of... Nee, hier, bij deze. Ik bedoel, we zien Leonardo en we zien Rafael en, en Splinter. Uh, Splinter. Maar uh, misschien komen die dan nog later, uh, de rest van de, van, de, van de crew. Dat zou ook nog kunnen. Want Donatello, die heeft ook een hele lijpe outfit hierin, hoor. Die heeft die uh, samurai-fucking-shit. Als... Uh, ja, precies. Ja. En um, super lijp. Ik heb ook nog een figurine gekocht in Amerika. Had ik die al laten zien? Nee. Laat je zien. Echt een hele kleine hoor. Ik heb hem gekocht bij Target. Ja, nou ja, <laughs> maar het was de classic Teenage de Ninja oh, Turtles. Juist. de sick wow, is dit? Die had ik man. Dat is echt fucking live ja. Maar dat is echt gewoon nee. de classic? Is het een soort van, een, uh, oh we hebben nog iets gevonden uit 1993 of zijn ze deze aan het reissuen? Nee, die, die zijn ze aan het reissuen. Uh, kijk, ook, ook op het, hier achterom met die kaartjes. Ik denk, iedereen die onze leeftijd is, die he, hebben wel zo'n Turtles Action figure gehad. En dan kon je ook altijd die kaartjes uitprinten. Dat was een soort van. Ja, weet ik veel, beschrijving. Bio over uh, Leonardo. Maar een tientje, jongen. Dus ik moest hem wel Jesus, meenemen. Ja, een ringen. Kijk, hoe, hoe ja. langer ik deze show doe, hoe nerdiger ik ook word, hoor. Want ik, ik vind het, het ook tot, heel erg. Tot en met anderhalf jaar geleden had ik echt zoiets van: nee, weet je, je ziet aan mijn huis niet dat ik game en dat ik een nerd ben. Maar je ziet het echt steeds meer. En ik hier ook weer bloedje hart. Ik wil dit soort shit hebben. Ik wil al die, die Hasbro figurines, uh, waar we het laatste naar keken, die wil ik hebben. Ik wil gewoon G.I. Joe shit. Ik wil gewoon alles wat ik had toen ik fucking tien min was, <laughs> wil ik gewoon weer in mijn fucking huis <laughs> hebben. Ja, we zijn het gewoon onze jeugd aan het herbeleven. Ja, nee, maar dat is toen was de wereld money. nog nice. Dat is het. Ik zweer het je dat dat het is. En nu hebben we money, dat is het ding. Dus we kunnen dat ook ook. al die shit kopen. Nou, vroeger had mijn opa money en ik krijg alles van die man. Dus uh, uh, ik had het ook echt allemaal. Als, je, als ik dat toch had geweten, jongen, ik had echt een godsvermogen. Ik had, ik had er een huis van kunnen kopen, denk ik. Van als ik die shit allemaal mint in de doos had uit de, ja, de fucking early 90s. Dat had echt zo fucking bruut geweest. Maar ja, ik heb er ook wel leuke tijden mee beleefd. Daarom, daarom. En we zijn er nu aan het herbeleven. dus dat is ook mooi. Ja. Um, James Gunn die blijft uh, natuurlijk het DCU verder vormgeven. En uh, da daar is op dit moment uh, weer een, uh, een acteur bijgekomen, zijn broer Sean Gunn. Ja, die natuurlijk. gaat uh, Maxwell Lord spelen in de nieuwe DCU. En uh, Zachary Levi die maakte daar eigenlijk ook nog wel een, uh, een opmerking over. Want hij werd gevraagd: hey, keer jij ook terug in de DCU? Want er zijn heel veel mensen die uh, in de DCU spelen. Die ook in de nieuwe DCU gaan spelen. Maar sommigen gaan daarmee gewoon hun eigen karakter uh, spelen. Dus zoals uh, Amanda Waller, uh, hoe heet ze ook weer? Ja, precies. Die, uh, Amanda Waller. Uh, die, 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 ja, maar de, de, hoe die karakter... Uh, hoe heet het? In ieder geval, die blijft in ieder geval uh, bestaan. Um, maar we krijgen bijvoorbeeld Jason Momoa. Die, gingen, die, die zou een andere karakter gaan spelen. Gal Gadot nee, blijft brilliant. volgens mij Wonder Woman. Ja, Gal Gadot blijft dan weer Wonder Woman, inderdaad. Maar Nathan Villian gaat weer een andere kerk te spelen. Uh, Sean Gunn heeft natuurlijk Weasel gespeeld in The uh, Suicide Squad. Maar uh, oké, okay, daar kan je op zich wel redelijk makkelijk overheen. Voor maar hij gaat David nog steeds spelen. Ja, Fjello Davis, die, uh, dat wilde ik heel even weten. Ja. Um, maar Sean Gunn ja. gaat nog steeds uh, Weasel spelen in Creature Commandos. Hij gaat ook de GI Robot spelen. En nu dus ook Maxwell Lord. Uh, dus hij is uh, aardig goed. Uh, zijn zakken worden aardig goed gevuld door zijn broer. Laten <laughs> we het uh, daar maar even op houden. Ja. En uh, nou, er werd dus ook gevraagd of Zachary Levy uh, een. Uh, een nieuw karakter gaat spelen en uh, dan zegt hij het volgende What word je mean, nieuw character En um, dan hoort hij dus over de uitleg van Jason momo als Lobo bijvoorbeeld en uh, Sean Gunn als Maxwell uh, Lord en zegt hij: but Sean was never established in the DC Universe. I mean, he has played Marvel characters, but this is his first DC character. En dan wordt hem uitgelegd in de Suicide Squad. Oh, in de Suicide Squad. But those are kind of more like cameos. I don't know. Listen, when you're the brother of the guy who runs DC. Ik kan guess you get to play whichever per character you want. As far as Jason, Momoa, uh, though, are you referring to Lobo? The only character I've heard rumored was that Jason really wanted to play Lobo. But I don't think that's happening. I don't know. Oh. Maybe he will. I nou, think ja, ja, so. ja, nou ja, of misschien een andere, dat zou ook nog kunnen. Maar, um, nou ja, Zachary Lever. Is, ik vond het ook niet een. Het was, ik, vond, ik vond het al niet tof. Ik vond het al helemaal geen goede fit. Ja, misschien voor een funny uh, family DC-film, maar. Ja. Maar dat was ook de bedoeling, toch? Ja. <laughs> met uh, Shazam. Fair, maar als je dan toch een DCEU gaat maken, doe het lekker serieus, maat. Ik, denk niet dat James ik vind dat het wel een doen. chaos, man. Met, uh, met al die gasten die, uh, die, gasten die uh, dezelfde karakter blijven spelen, de andere karakter gaan blijven spelen. Maar hopelijk gaat hij daar een in-universe uh, in mooie uh, uitleg voor hebben. Ja. Uh, jij moet heel even een filmpje instarten, vriend. Vertel. Die heb ik al klaarst denk ik. Van, uh, van, uh, met Damon. Uh, met Damon! Ja, ja, het is wel met geluid. Dat is heel belangrijk. Ja, oké. Okay, ik ga het hier doen. Except that. He offered me 10% of Avatar. <laughs> <laughs> oh <God. laughs> the man had a million. Nah, yeah, multi up over this, and I really think you know, Matt. You know, you're kind of like one of the biggest. That movie guy stars in the not over it. But he had to do another born film, which he was, which was on his runway, and there's nothing he could do about that. And so yeah. he had to regretfully decline. Jim Cameron called oh me. God. Ik zie hem ook wel in die rol. Uh, ik weet even niet meer hoe die blauwe gast heette. Uh. Sterker oh nog, God. ik denk dat ik het een leukere filmserie had gevonden als uh, deze gun, uh, guy erin had gezeten dan uh, pff, yeah, whatever the fuck his name is ook alweer. Uh, die ik ook echt een hele bland fucking acteur vind ja die, Australier, die ook ja. In, die, die had echt een opleving ergens in die tijd ook dat Avatar uitkwam speelde toen uh, natuurlijk in die uh, die Griekse mythologische uh, monster shit hij speelde Terminator hij, hij speelde op een gegeven moment echt alles ja en maar uh, ik vind toen het toen allemaal die ook nergens achter, echt uitgesproken ik vind het gewoon niet een uh, ik vind het gewoon geen goede acteur dat uh, maar dus uh, hij ja. had gewoon hier eventjes even kijken 0,27, 0,3 uh, twee hij had hier uh, een een half miljard. Uh, had hij hier een half miljard? Vijf miljard? Ja. Uh, yeah. <laughs> hij had hier een half miljard kunnen, kunnen verdienen. <laughs> als hij een beeld gedaan aan fucking Avatar. Als hij, ik zou dat doen. Ik zou voor deze, zelfs in deze franchise, zou ik voor een half miljard zou ik alles doen wat, wat de regisseur uh, me uh, zou vragen. En zou ik ook een, een lijpe Born film. Uh, want ik snap dat hij die Born shit, waar hij natuurlijk heel serieus uh, in, 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 in zat. Uh, dat, hij, dat hij dat voorrang liet gaan. En helemaal als je niet weet wat voor fucking blauwe fucking clown shit het zou worden. Maar Jezus. Wat een yeah. fucking hij uh, verdoet, Jesus, ja. Yeah. En wetende dat er, dat er nog vijf a zitten te komen. Ja zo. man, ja, nee, Dus los van wat je al had kunnen verdienen. Hij had miljardair wat kunnen je zijn, nog kon gaan verdienen. Ja, inderdaad. Wat, 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 wat insane zeg. Wat, uh, hij, de, je ziet hem ook uit zijn gezicht. Van, <laughs> kijk, hij zit er natuurlijk nog steeds super warm bij. Uh, en hij kan erom lachen, maar Jesus Christ ja, een half fucking miljard had hij kunnen hebben nu door, door dat, in twee dat, fucking clownfilms te bijna George Lucas shit is dat hè? Ja. Uh, weet je, George Lucas die zeg maar de, de merchandise rechter van Star Wars... Uh, Mee uh, te bedingen. Te, ja. te, terwijl de studio denkt: ja, speelgoed. Ja. Doe maar. Doe maar. En daarmee echt: uh, oh, 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 zoveel geld binnenhaalt. En hier. 10% had hij dus kunnen krijgen van de, van de opbrengsten van Avatar. Als ja, hij uh, had gerekend. Maar hij was bezig met die laatste garen uh, Borne-film. Dus ja, ja. <laughs> zo gaan die dingen. Nou, dat is niet super gaar. Dat zijn op zich best leuke films. Maar le le leuker dan Avatar vind ik het. Maar ja, nee, maar is, ik, ik, ik bedoel gaar als in het, weet je, het krankzinnige succes van Avatar. Ja. Ja, ja. Daar, daar wil elke acteur natuurlijk uh, aan verbonden zijn. En, uh, ja, dat is nu die Australische gast. Ja, nou, ik denk niet dat hij uh, 10% krijgt hoor van de, van de opbrengst. Nee, die moet geld bijbetalen. Ik denk nog geen twee. Ja, precies. Ja. Nou ja, dat laatste nieuwtje. Nee, de laatste trailer. Ja, fair. Dat is, is uh, waar, waar ik uh, op het begin natuurlijk uh, al een beetje naar heb gerefereerd. Ik heb hem nog niet gezien. Ik ben heel erg benieuwd. Maar uh, dit is uh, Dennis Villeneuve's Dune Part 2. Ja, dan staat hij als Michael Jackson hoor weer een mooie uh, kleuren uh, fucking uh, grading en dit heb we ja, toch al ja, gezien deze film er uh, was al een eerdere trailer maar dit ja, is een nieuwe ik begin dus uh, kijk toen, toen uh, deze eerste film uitkwam toen was uh, Timothy Chalamet nog niet compleet uitgemolken en dat is hij juist nu wel vrij uitgemolken op dit moment dus ik... hij gaat nu de Tom Holland uh, fase van zijn carrière door mm, ja Tom Holland is niet ja, echt maar, uitgemolken toch nou, maar Tom Holland was op dat moment ook op een gegeven moment, uh, weet je, hij werd natuurlijk Spider-Man. En, en toen kwam hij overal in. En, uh, ja? Iedereen hij overal? Hebben. Oh, ik dacht, ik heb in mijn hoofd alleen maar dat hij een soort van Drake-main-character en Spider-Man-main-character is. Voor de rest zit hij... Ja, hij nou, heeft heel veel andere films daarna gemaakt, maar allemaal uh, werden die gewoon gemaakt op, dit is Tom Holland. Ja, nou ja, dat is dus inderdaad dit ook. Ja, iedereen doet nu een, een Timothee Chalamet gekke gaatje. En uh, soms vind ik dat leuk, zoals uh, die, die Coen Brothers film. En ja, dit gaat natuurlijk een sublieme film worden. Maar ik moet wel zeggen, ik, ben wel een beetje, ik, ik heb dat altijd een beetje. Hè. Ik heb dat ook met uh, Momoa. Ik heb dat ook met Scarsgard trouwens. Dit, dit, dat trucje van hem met zijn gekke gezicht, zeg maar, dat ken ik nou ook wel. Ik begin het een beetje irritant te vinden, die al die, die fucking mainstream typecast shit. Jezus Jelle, wat, wat, wat zit er in je koffie vandaag, man? Uh, de, de hoofdpijn. <laughs> ja, ja, het soort van. Uh, uh, ik, nee, maar. Ik begin gewoon een soort van. Meer, nog meer. Ik wil weer niches. En. en uh, dat is dit niet. Drie? Sick. <laughs> drie? Drie shy Drie? Hé, ah! hey, wat is dit? Godverdomme. Wat schrok weer even van jou? Uh, van drie! <laughs> wat, wat? <laughs> ja, hij werd even ja, wakker. Ik vraag me ook af wat er in de koffie van de regie is. Ja, Misschien is het gewoon, oh, net, is het is ook een uh, drukke wijk. Florence Pew, oké, okay, daar kan ik nog niet op haten. Uh, zit, maar het geeft dat in? ook nog vier films. En dan ben ik er ook wel klaar mee. Zit zij hierin, Florence Pew? Ik dacht dat dat net Florence Pew was. Die, uh, die, die, die prinsesachtige uh, uh, staf. Zacht Ze hebben een gigantische cast inmiddels. Ja. En uh, ook niet onterecht natuurlijk. Het, het ziet er echt fantastisch uit, ja. Ik, ik ja. ben hier zo fucking excited voor. Nee, het ziet er en vooral als je als. weet waar deel 1 eindigt. Je hebt iets van, ja, 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 ja het gaat los. Ja. Nee, het is afgelopen. Nee, precies. En nu gaat het los inderdaad. Nu krijgen we hopelijk fucking uh, battles van, van Lord of the Rings uh, waardige kwaliteit. Uh, ik ja, ben ik benieuwd. Hij uh, komt... Elke, uh, elke ja. Nou, hij komt uh, ergens begin volgend jaar nu, toch? Uh, of komt hij ook 22 uh, december? december? Of wat dan ook. Uh, ik, 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 ik ben nee, het nee, al eventjes niet. kwijt. Nee, hij, 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 ja, hij was 24 uitgesteld. 24. Uh, ja, inderdaad. 14 ja. maart 2024. Nou, fucking vet. Dat, uh, ik ben benieuwd uh, hoe dat. Uh, ja, het, het, het ziet er inderdaad vet uit. Uh, ik, ik ga hem ik ga zeker kijken. Nou, anders ik wel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nerdcultuur jongens. Een, een, een bijzondere nerdcultuur. Ik vanuit huis, Jelle vanuit de studio en toevallig allebei dezelfde stripboek gelezen. Yes. Niet afgesproken met elkaar, maar gewoon oh, goed gegokt. Kijk eens hoe ...jaren met elkaar samenwerkt. Hè? Dan voel je dat gewoon aan. Dat is het. Um, heb jij nog iets te zeggen voor de mensen thuis? Nee, zeker niet. Uh, uh, hopelijk uh, als we het voor elkaar krijgen... Uh, ...volgende week uh, nog een... Uh, ...laatste van het jaar... Uh, uh, ...aflevering. Uh, maar onze agenda's die zitten... ...en vol en uh, die lijnen niet nee, helemaal volgende op. Volgende week de... heb je toch een... nee, volgende week heb je gewoon een normale aflevering nog. Oh, oké. Okay. Volgende week hebben we nog een normale uh, aflevering. Volgende week is de 22e. En daarna proberen we nog een eindejaars uh, uitzending te doen. Nou ja, dan, uh, dan dat. Dan zijn we volgende week uh, bij je terug. En dan hopen we nog inderdaad een eindejaars te kunnen doen. Over twee afleveringen. Um, en als dat niet lukt, dan doen we hem gewoon zo snel mogelijk in het nieuwe jaar. Uh, want dat kan natuurlijk ook, want we gaan terugblikken dan op dit jaar. Wat een best hey, vet nerdjaar was. Sowieso. Uh, ik wilde nog iets zeggen. Fuck. We hadden het nou even over. Over vette nerdshit. En poppetjes. Ja, dat en. Het was echt heel. Oh Actors. ja! <laughs> Dit, ik, weet, ik weet weer wat ik wilde zeggen. Uh, weet je welke aflevering er dan volgende week is? Nou? 140. Ja. En weet je nog waar we onszelf voor waarschuwden? Dat die 150ste uh, uh, yeah. weer in één keer zo vanuit het niets <laughs> ja. uh, komt aangeslopen. Ja, zijn dat, we is over nu wel weer dat is over tien weken alweer. Dus over tien weken. Tien weekjes in het, vol, in het nieuwe jaar inderdaad. Dat is na uh, tweeënhalve maand. Uh, we volk moeten volk inderdaad gelijk... Als wij uh, uh, terugkomen van de kerstvakantie uh, op 2 januari... moeten we eventjes vol aan de bak voor uh, iets leuks verzinnen voor 150 inderdaad. Goed dat je daar ons eventjes aan herinnert. Um, yes. Thanks daarvoor, thanks voor het uh, oprofferen van uh, anderhalf uur in vakantie. En ik zie je uh, uh, na je vakantie, uh, koos. En ik zie de kijkers uh, uh, waarschijnlijk uh, nooit bij de bijna de nou, ja, bijvoorbeeld, inderdaad, of in een brievenmaandag <laughs> maandag of wat dan ook. Uh. Tot dan, bye.